Eine kleine Staubwolke hochgehen. Die Zuschauer wissen Bescheid in den Kurven, sie werden die Kurven. King, jetzt pass auf da oben in der Ecke. Jetzt fangen wir an, jetzt geht's rund. 10 Runden voll auf Stocker Formel 1 Fahrzeuge bis 5 Tonnen Eigengewicht. Und der Starter, Bruce Stoiber, der dafür verantwortlich ist, dass die Fahrzeuge auf ihrem Platz bleiben in der Einführungsrunde. Und dann werden sie losgelassen. Und hier vorne kommen sie aus der halben Strecke heraus aus der Kurve. Und das sieht ganz bedrohlich aus, aber bis jetzt zeigt es, es geht gut und es wird gut gehen. Achtung, Fahrerlager! Rodeo-Fahrzeuge klar machen, Rodeo-Fahrzeuge klar machen. Liebe Zuschauer, bitte bleiben Sie jetzt hinter der Absperrung bei diesen Raketen hier. Musik von Radio Melnik. Ladies and gentlemen, Marco, stop car races. Stop car races. Ja, danke schön, meine Damen und Herren. Achten Sie auf die letzten zwei Fahrzeuge. Auf die Nummer 7 und die Nummer 10. Sie stehen ganz hinten. Die Fahrzeuge müssen sich formieren. Und jeder muss auf seiner Position bleiben, bis der Start freigegeben wird. Und der Starterwagen wird dann nach innen ziehen. Bruce Stoiber schickt sie noch etwas zurück, denn die Jungs sind sehr schnell. Jetzt ist der Start freigegeben. Und jetzt kommt die Meute in die erste Kurve. Wahrscheinlich werden es nicht alle schaffen, um die Kurve herumzukommen. 29, 14, 12, 12, 99, 71, da hängen sie schon zusammen. Ja, da hängen sie schon zusammen, die 9 und die 99. Ah, das fällt sich sofort auseinander. Und jetzt ist die Gefahr da, denn ein Wagen steht hier auf der Bahn, der Fahrer ist noch drinnen. Und sie kommen, sie kommen. Oh, rot, der Wagen brennt. Rot, rot, der Wagen brennt hier vorne. Nicht mehr. Doch, Feuer, der Wagen brennt. Rot, rot. Der Wagen brennt hier vorne. Ja, es wird weiter, okay, es wird raus. Oh, Junge, Junge, Junge. Alles klar, 29 an der Spitze, dann die 12, dann die 14. 14, 71 kommt, dann kommt der Sonnenstein, die 7, die 30, 140 und ich gehe mal zu Klaus. Ja, dann glaube ich, die Sache ist, dass wir Probleme waren mit 11.38. Dann würde sich die Sache verlassen, die Verhandlung, das ist gleich gewesen, die Show, stand über dem Hügel und sind auf dem Rosenau. Willem Rosenau, der Zürich, die Sache an der Leitung, stand über dem 14. Stadt Nummer 9 von Forum. Das ist der Tiki-Kaiser. Schöse, Mattelerol. Schöse, Schöse, bei 140-30. Wim Schut uit Dordrecht, inhoudmaus naar voren. Die proberen zo snel mogelijk naar voren te komen. 73 kreeg over 4 land voorbij. Sabine Rozen, Stadt Nummer 31. John Dokter even buiten de baan. Aan de leiding, Willem Rozenau. Uit het Forum ziet hij de tweede plaats. Stadt Nummer 9 van Forum. Daar achter, Stadt Nummer 14. Ja, Stadt Nummer 6. Stadt Nummer 10, Tiki-Kaiser. Die wordt daar opgeduwd door stad nummer 7. Madelaro, die moet er vanaf achter komen. Naar voren komen, Willem Roosendaal, even in de fout. Weet je snel te gaan stellen, stad nummer 29 aan de leiding. Kijk de ene naar de andere in de problemen. 29, daar maken die mannen dankbaar gebruik van. Dit is op de derde plaats, die kijken. Stad nummer 10, die kijken op de derde plaats. Op de vierde plaats, Madelaro en de stad nummer 7. Koos Peters, die is een beetje achtergebleven. En dat zijn we niet van hem gewend, maar aan de leiding nog steeds. Daar komt hij, Willem Roosendaal, iets te ver naar buiten, start nummer 29. Is dus wel te wagen. Die Keizer heeft problemen, die Keizer heeft problemen. Wordt opgeduwd naar de start nummer 7. De Matelaro aan de leiding, Willem Roosendaal. En die heeft inmiddels zelfs een voorsprong genomen. Dat is wel overschijnlijk. De eerste maas gaat winnen, we gaan snel over naar huis. Ja, ja, de zwarte wagen voert dat veel dank, mijn dames en heren. Start Nummer 29 an der Spitze, da kommt er bei Start und Ziel vorbeigedonnert. Auf Platz 2 die Start Nummer 10, auf Platz 3 die Start Nummer 7. Dann die Start Nummer 14. Wo ist die Reihenfolge? Dann die 140, die 30, Dankeschön, Bruder. Die letzten zwei Runden werden angezeigt. Die letzten zwei Runden, da kommt der schwarze Wagen, der Spitzenreiter.
komen op stand 2, vliegen op stand 3, die komen hinterher en die schip nogmaals te koud. In de voorlaatste ronde zien wij dat Willem Schut uit Dordrecht daar in de vierde wedstrijd gaat eruit. Die start nummer 29, Willem Roosendaal. En dat betekent start nummer 10, die kijkt aan de leiding. Maar hier wordt op zijn uitgezeten deel. Start nummer 7, Matelaro, Willem Roosendaal in de probleem met de Timmerdrijf. Met de laatste ronde, start nummer 10, kan Piet Keizer dat houden. Matelaro probeert alles aan te doen om die eerste plaats van de meisje te nemen. Maar het is Piet Keizer aan de leiding. Kan nog even weer daar. Nee. Die gaat niet meer reden. Die gaat even aan de kant. Piet Keizer in de voorlaatste bocht. Matelaro gaat het best proberen, Horst. Ja, die laatste meter. Daar komt Piet Keizer. Met de start nummer 7. Voor de start nummer 7. En afstand bij de start nummer 14. Ja, ja, lieve toeschouwer, dat was hem al de eerste lauf hier. Een fantastisches Rennen. Reihenfolge für Sietze Mitschlag gewonnen. Nach Ausscheiden der Startnummer 29, der das Rennen geführt hat, hat gewonnen die Startnummer 10. Zweiter die Startnummer 7 und dritter die Startnummer 14. Ja, das war schon ein schönes Rennen. Meine Damen und Herren, Achtung, Fahrerlager. Rodeo Patrick in het... Ja, het ging hagelklas, ja, jammer dat Jan, geloof ik, Jan Roosendaal, dat ik tot de band had, want anders was het toch moeilijk geworden. Die snellingbakstuk. Ik dacht dat die band kapot had. Oh, bandstuk, en dus die zien we de tweede maand wel weer terug. Ja, die ging ook heel hard. Ja, die ging zeker hard. En Matelaroy, die begint ook heel hard te rijden. Matelaroy ging ook heel hard, ja. Maar had een bijzondere snelle motor ingebouwd, hè? Ja, Matt een nieuwe motor en hij, ja, heel hard. Wie geeft jouw spinvers? Hij is geboren Geers, ijzer en metalen. Machinebouw, firma de Laat, landbouw, sterksel. En maakt de spijterij. En alle monteurs. Alle monteurs, die vergeet jij nooit. Piet Dagmaals, van harte gefeliciteerd. Op de startkamer, je moet direct weer rijden. In de rodeo-klasse. Piet Keizer, dames en heren. Uw applaus en muziek van Molenwijs Geluid. Gaat Piet Keizer doen onder start nummer 7, de winnaar van de eerste maand van de Sokhuis. Maar natuurlijk ook in het veld start nummer 44 uit Barendrecht met zijn speciale bolide. Die zal heel goed partij gaan geven. En we zijn benieuwd wat er tussen het echtpaar gaat gebeuren. Willy en Sabine Nella rijden onder start nummer 63 en 64. Nou, de laatste aanwijzingen, daar werd de vlag gezwaaid. En we zijn onderweg met de tweede wedstrijd. De rodeo-klasse. Met 64 jullie daar uitdelen. Vanaf de tweede rij. Aan de leiding op de tweede plaats. Dus het roetje zit aan de start nummer 27. Sloophaak zit daarbij, maar ook start nummer 7, Piet Keizer. Ziet kans om snel naar voren te komen, Piet Keizer. Inmiddels op de tweede plaats. Vanaf de achterste rijden. Waar is start nummer 44? Waar is in het veld? Waar is 347? Misschien moet je zijn motor in rijden. Daar het is aan de leiding. 64 jullie daar uitdelen. Piet Keizer staat nummer 7, Rutte Verwangeren. 49 Sabine Rode. 44 is een special. En dat is in het veld uit Barendrecht. En dat was de stand van zaken. Toen de heren en de dames hier als de eerste doorkwamen. Daar gaat Piet Keizer. Ja, ja, jullie daar. Jullie daar laat zich daar niet verschuilen in de bocht uit Rennenkwartier. Ze snel de bocht in, nu moet hij naar buiten toe. Dat betekent Piet Keizer binnen de. Piet Keizer staat nummer 7 aan de leiding. Het is niet haast maken. Het wil hij daar aan. 64, 44, 27, 49, 347, 8, 71 en 63.
165, 839 en nieuwe deelnemer. En startnummer 17 en als voorlaatste zien wij hier doorkomen. Startnummer 16 met zijn prachtige mooie geprepareerde wagen. Maar lopen doet hij niet en wij gaan snel terwijl we Piet Keizer daar aan zien komen. Over naar Horst Wouter. Ja, maar Piet Keizer gaat daar en daar loopt die startnummer 7. Willy Nora, auf Platz 2, aber dahinter, auf Platz 3, die Startnummer 44. Und Piet Keizer, er läuft und läuft, der Weiße muss auf und davon, denn die 44 kann ihn ganz schnell haben. Und dahinter, auf dem vierten Platz, 347, glaube ich, ist es der schnelle Wagen, jawohl. 347 kommt, dann kommt die 44 auf Platz 3, 347 auf Platz 4, Sabine Rode auf Platz 5. Oh, da hat sie den ersten schon einmal gedreht, da ist die Startnummer 27 auf seinem BMW steht quer. Und jetzt kommen die schnellen Fahrzeuge, sollte aus dem Wagen raus. Ah, Piet Keizer geht außen, rot. Rot, der Fahrer sitzt da drinnen. Er bewegt sich nicht. Ja doch, jetzt kommt ein Zeichen da. Ja, ja, das ist gefährlich, wenn der Fahrer da ruhig drin sitzt. Man weiß ja nicht, was passiert ist. Dann muss man das Rennen abbrechen. Denn Sicherheit, meine Damen und Herren, ist hier in der Start freigegeben wird. Mal sehen, ob der Starter dann da nach innen schießt. Ja, ja, er schießt da innen und sofort setzt sich die 7. Aber auch die 44 auch vor. Ja, aber Willy Nora bleibt auf Platz 2. Außen kommt Sabine Rode. Die 49, die Dame, neben der 44, dahinter der Belgier. An der Spitze die 7. 64, 49, 49, 49, 48, 71, 73, 17. Da die Donner hier vorbei. Schauen Sie mal die 44. Er bleibt hinter 64. Jetzt greift er an vor der Kurve. Schafft er es oder kommt er da nicht vorbei? Nein, er muss in die Eisen. Er muss in die Bremse. Aber Willy Nora macht per Platz, zieht sein Wagen außen. Jetzt beginnt die Jagd zwischen 44 und 7. 550 Wagen. Da kommt der Willy Rode, da kommt der Belgier, da kommt Anne Willy Nora und ich schalte mal rüber zu Klaus. Als wir hier sehen, beginnen wir bei Barendrecht, füllen wir Rennen bei der Barendrecht. Und wir probieren so schnell mogelijk in de buurt te komen van Piet Keizer. Maar Piet Keizer heeft enige voorsprong genomen. En we zien dat Willy Nora uit Keulen met zijn kleine voort daar heel en heel goed bij blijft. Maar ook Sabine Rode in de Alfa Romeo, de dame in het gezelschap, die daar op die vierde plaats rond rijdt, die is ontzettend goed. Die zit daar voor de hemmen knallen. Kijk eens, problemen staat in de laag. Als een hebben met zijn zwarte mist aan, heeft problemen. Piet Keizer aan de leiding. 44 in het veld, op de tweede plaats, op de derde plaats. 64 Willy Nora uit Keulen met zijn zwarte voort. En daar in de vierde plaats is het Sabine Rode, 49 in de Alfa Romeo. We zien daar. Die Keizer aan de leiding, we zien 44 in het veld, dichter en dichterbij. Willy Nora blijft goed volgen, de geld, ja oké broer, als de heren en de dames doorkomen, hebben we nog twee rondes te gaan. Sprintkrantje zich afstellen in dat rondeskwartier. Oké broer, dankjewel. Die Keizer die kijkt natuurlijk goed in zijn spiegels, heeft de zaak goed in de gaten. En dat betekent op dit moment aan de leiding nog steeds Piet Keizer in die voorlaatste ronde die ze nu ingaan. Nu de rest blijft leiden. Laat even naar rechts zien dat we nog twee ronden te gaan hebben. In het veld heeft toch een achterstand die hij heel waarschijnlijk in die laatste ronde niet meer kan inhalen. Piet Keizer ten tweede malen. Zou hij hier dan winnen? Ook hier in de Rodeo-klasse eerste maas gaan winnen. Dat zou een enorme prestatie zijn uiteraard. Als we hier doorkomen, zitten we in de laatste ronde. Hebben we nog één ronde te gaan. Maar ook Sabine Rode, die het erg goed, die wordt belaagd op dit moment. Door Annelies Marra, startnummer 7. Startnummer 44 op de tweede plaats. 64 op de derde plaats, op de vierde plaats. Is het nog steeds de beide dames. 49 en 63 en voor de laatste ronde gaan we over naar Horst Wouter. Ja, ik geloof dat schafft er die 44 niet meer. Damit zum zweiten Mal gewinnt die Startnummer 7, er hat den Rodeo gewonnen und da kommt er, Piet Keizer mit der 7, dann die Startnummer 44, dritter, Willy Nora 64 und auf Platz 4, da kämpfen die beiden Damen, da kommen sie, wer gewinnt es? Ja, 49, Sabine Rode auf Platz 4 und ganz dicht dahinter die kleine blonde Hausfrau aus Köln. Die kleine blond-rothaarige, ja, da kann man sich streiten, da haben wir uns schon mal drüber gestritten vor Jahren, was sie jetzt wirklich ist. Aber sie hat mir gesagt, sie ist blond. Piet, vor dem zweiten Mal hier vormittag,
En we zijn nog maar net begonnen, dat lijkt goed. Ja, het gaat goed, maar ja, ik kan altijd de slechte andere. In het veld kwam niet dichterbij in de laatste ronde. Ja, ik weet het niet, maar hij ging ook wel heel hard. Ik dacht dat je het wel gezien had. Ja, ik zag hem wel, maar hij ging ook heel hard. En die Norris zat er ook goed bij. Ja, die zijn ook heel hard. Goed, even jouw sponsor, bij jezelf. Ja, wat deden we zelf. En dat is in Helmond, aan het water, autosloperij, autohandel, Piet Keizer. Ja. Nogmaals gefeliciteerd. Hey, jij ook gefeliciteerd met je vader op de stadkei voor de Nederlanden. Uw applaus, dames en heren, en muziek van Bodewijk Schuit. Toeschouwer applaus. Daar hinten steekt nog einer. Ja, dat is natuurlijk schade door dat lange wachten. Is der Motorhaus gelaufen. Hier kommt der schnelle Holländer mit der Startnummer 4. Da hinten steht noch einer. Der muss ebenfalls angeschoben werden. Brühe etwas langsamer. Brühe-Stauber bitte etwas langsamer. Fahrerlager, Achtung, Fahrerlager! Die Hot Rods bitte klar machen! Hot Rods bitte klar machen! So, danke schön, Radio Molnix. Der Start wird freigegeben von Bruder Stolber. Die Fahrzeuge bleiben alle auf ihrer Position, rote Flagge nach oben. Aber dann kommt die schwarz-weiße. Achtung, wieder auf die Rolle und ist der Start freigegeben. Und jeder möchte als erster in die Barlokurve hineinfahren. Da kommen sie. Lasse bis 1370 cm. Mal sehen, ob sie alle gut durchkommen. 76, oh, da dreht sie der Erste. Ja, für ihn ist das Rennen zu Ende, denn er war mit allen vier Rädern draußen. Für ihn ist das Rennen also schon gelaufen. 76, das müsste ein schneller Holländer sein. Oh, heißt Duisburg einer. 76, 35, dann der NSD, 15, 114, der Rucksack, Deutsche, 60, 118, 19, 323, jawohl, und rote Flagge für den Wagen, der mit allen vier Rädern aus dem Rennen gegangen ist. Schauen Sie mal, der Vorsprung von den ersten, zweiten zum dritten. Die Jungs ziehen das Feld direkt auseinander. Wo bleibt der Holländer mit der goldenen 7? Und da kommen sie, da kommen sie. Oh, da oben wird es eng, aber der Holländer kommt raus. Ja, die 7 ist raus. Da oben wird es eng. Ich schalte mal zu Klaus. Und die Inhaltung, die zweite Runde, die 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 Runde, natürlich auch von Dänemark, Venlo. Startnummer 7 aan de overzijde. Die heeft zich losgereden aan de peloton. 35 in de aanval, 35 probeert daar. Startnummer 76 voorbij te komen. Rennenburg naar Bochum. Ja, aan de leiding is het Duisburg en Bochum uit Duitsland. Die daar aan de leiding gaan. Maar startnummer 7, terwijl die hier gebruiken. Op de einde van 60. En de problemen, maar dat gaat ook door 3-2-3 van Dieterbaden. En is het Wernerbaden, 3-2-3 van Wernerbaden uit Bottrop. Heeft problemen, terug naar het remmingsgebied. 76, 35, ja 35, kijk u mee. Want we zien dat startnummer 7. 114 op de derde plaats, Legaat uit Bochum. Dan startnummer 7 op de vierde. 4, de eerste Nederlander. En de tweede Nederlander. Maar natuurlijk ook startnummer 7. Van bijna 114 in de problemen, dat betekent dat hij om het binnenveld komt van Duinen, maar ook Snoek uit Winterswijk, de baankampioen van Nederland, terwijl hier weer de mannen hier als aan het tijdje doorkomen met startnummer 76, Flits uit Duisburg aan de leiding, 35, Rediger, ja kijk eens even daar, startnummer 7, maar startnummer 4, de huidige kampioen van Nederland in deze klasse, komt dichter en dichterbij, we zijn met iedereen, harde uitslag. Ja, we zien dat startnummer 76 en 35 op dit moment de eerste deelnemers, de labgevende van de jongen,
hier en dan voorbij komen. Gaan we snel weer over naar Horst Walter. Ja, dank u Klaus, mijn dames en de gelde wagen met de startnummer 76 aan de spitze. Auf Platz 2, der weiße Wagen mit der Startnummer 35. Aber dann kommen die Holländer mit der Startnummer 7 und die Startnummer 4. Und dazwischen noch der Mann aus Süßen mit der 104. Ja, hier kommt die Spitze 76, 35. Und gleich geht's in die letzten zwei Runden. Dann kommen die Holländer. Dankeschön, Bruder. Und wenn die 76 hier vorbeikommt, sehen wir sie in den letzten 200. Ja, ja, und der Holländer mit der goldenen 7 muss aufpassen auf Platz 3, denn daneben ist die 104 und dahinter die Startnummer 4. Und da kommt die Spitze, die letzten 200, 76, 35 und dann eine lange, lange, lange Pause. Dann kommt die goldene 7, dann die 104, dann die 4 und dann kommt Klaus. Ja, dankjewel Horst, we zien dat inderdaad de startnummer 76 is uit Duisburg een beetje weggelopen op startnummer 35. 35 nog steeds op die tweede plaats. Rudiger uit Bochum, maar komt niet dichterbij. En het gevecht om die derde plaats tussen startnummer 7 van Duinen. Hier uit Venlo, startnummer 4. We zitten in de laatste ronde en 104. En dat is just uit Duisburg. Maar die hebben toch wel de nodige achterstand opgelopen. En dat betekent dat hoogwaarschijnlijk startnummer 76 in de laatste ronde, in de laatste meter, deze wedstrijd gaat winnen. Hier komen de kamp aan en de derde, de vierde en de vijfde plaats. Dat startnummer 7, van Duinen uit Venlo, maar steeds op de derde plaats. Startnummer 4 op de vierde plaats en op de vijfde plaats. Startnummer 104, 76, 35. 35 en op de derde plaats, wie komt hier op die derde plaats binnen? Is het startnummer 7, is het van Duinen uit Venlo? Dan zien wij dat inderdaad, juist uit Duisburg mag proberen. Het is startnummer 7, steekt zijn arm en buiten de draad. Ja, die is de 76, dat is Kluts uit Duisburg, in plaatsgenoot van jou huis. Plaatsgenoot van Hans Walter, Kluts uit Duisburg, startnummer 76. Die de eerste maand heeft gewonnen, hier in de sprintklasse. Op de tweede plaats, startnummer 35. Rudiger uit Bochum en op de derde plaats was het dan toch na een enorme strijd te hebben geleverd. Startnummer 7 van Duinen uit Venlo. Dat is het. Wijzen. Wijzen. Dan ben je erstmal weglassen, meine Damen und Herren, der macht so viel Kraft. Herzlichen Glückwunsch, wer sind Ihre Sponsoren? Das ist eine Weise mal Reifenmarkt und Johann Werk. Und wie lange fahren Sie schon in Barlow jetzt hier? Sie waren ja, glaube ich, am vergangenen Sonntag auch hier. Und da lieben Sie auch schon so gut. Ja, glaube ich, im vierten Platz. Vierter Platz und heute erster, toi, toi, toi. Meine Damen und Herren, hat er den Applaus verdient? Dankeschön, liebe Schäfer. So ein Publikum, das wünschen wir uns hier in Barlow. Und ich hoffe, dass Sie immer hierher kommen. Sie wissen ja, das nächste Rennen hier in Barlow am 24. April. Sparen Sie nicht mit Applaus, meine Damen und Herren. Die Fahrer freuen sich darüber. Klaus ist Musik Möllenwijks Geluid. Ja, dankjewel, want wij gaan starten met de Hotrods, de Speedway opstellen. De Speedway zich opstellen op het reddingskwartier. De laatste voorbereidingen. We zijn met u, meneer, dames en heren, naar de uitslag. We hebben 10 ronden te gaan. 10 ronden in de eerste maas. En we zien dat Bruin zijn rug kromt en dat betekent dat we nu van start gaan in de hey, en gelijk problemen met startnummer 8. Jongen, jongen, jongen. En dat gaat, die was hem helemaal kwijt. Rood, 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 want die kan zo niet. Startnummer 8, de man die voor de eerste keer hier rijdt, die maakt er gelijk een slagveld van. En dat betekent dat hij alles kwijt was. Vlucht van gas gegeven met die slits. Ja, Cor Kuppen uit Langeboom is daar ook inderdaad door in de problemen gekomen. Nou, we zijn hier te zien daar nog een deelnemer staan die even een stuk van zijn wagen, zijn motorkap of zijn kofferdeksleven weglegt. Nou, we gaan opnieuw starten, want ja, die banden want we zijn aan deze zijde. Benauw daar nog een meer nemen op de baan komt. Ja, dat betekent natuurlijk dat die
gelijk met grote achterstand is getrokken, die had niet meer doorgelaten moeten worden. Is het, ik denk startnummer 32, weet ik niet, in ieder geval. Daar komen ze wel de 10 ronde te gaan. Met 120 ronden startnummer 30 op de tweede plaats uit Woepertaal. Hoeveel uit Woepertaal? Polenkruis, startnummer 120, is een nieuwe auto aan de leiding. Maar, startnummer 49, startnummer 78, startnummer 3. Startnummer 3 natuurlijk ook, als hij kan snel naar voren van de Bosrosmalen, startnummer 6. Die ook de vorige wedstrijd ontzettend goed heeft gereden. 120 tonen klein met lange bal. Aan de leiding op de tweede plaats. Startnummer 49, Winkelmolen. Uit de Winkelmolen neemt daar de kop over. 49, een sponsor. De grote schrijf van dezelfde zaak weer. Is het Winkelmolen aan de leiding, tonen klein, startnummer 120. Daar komt Leiding van de Velden, startnummer 78. Waar zit startnummer 3? Waar zit Jos Kuipers? We zullen even moeten kijken, we gaan er even bij staan. Daar komt een hele harde 49, 78. Ja, startnummer 3. Jos Kuipers uit Best zit daarbij. En we gaan snel even naar huis. Ja, mijn dames en heren, die startnummer 39. Duurt dat veel lang. Dan komt die startnummer 78 op plaats 2. Aber außen greift ihn schon wieder ein kleiner Wagen an. Rot-weiß lackiert. Startnummer 3 ist es. Startnummer 3, ja, da kommen wir die 49 auf Platz 1, 3, 78, 101, 120, 92, ja, ja, hier kommt die Nevada, dann die 34, 30. Und die 49 baut seinen Vorsprung auf, aber die 3, meine Damen und Herren, der dann bleibt ist, der drückt das Gaspedal durch, wenn er wieder an die Stunde kommen. 78 auf Platz 3, anders bin ich 49. Die Startnummer 3, dahinter 78, dann die 101, dann die Startnummer 49, 233, das tut sich auf Platz 2 und 3, kommt die 101 an die 78 noch ran, hier kommt die 3, die letzte Runde, 78, 101. Oh, die 101 kommt ganz dicht an die 78 heran. Kann er noch den zweiten Platz holen. An der Spitze aber die Startnummer 3. Da gibt es wohl kein Vertun mehr. Oh, was macht die 78? Bleibt er auf Platz 2. Die letzten Meter, da kommt der Gewinner. Startnummer 3. 78 und 101. Jawohl. 78 und 101. Dann die 49, 233, 47, 92, so war der Einlauf. Ja, meine Damen und Herren, für Sie noch einmal zum Mitschreiben, ganz klar gewonnen, die Startnummer 3, vor 78, 101, 49 und 233.
Ja, het ging lekker. Goed. Ja. De klasse wordt steeds groter. Ja, dat moet ook. We hebben 23 deelnemers. Ja, maar er zijn er jammer nog wel een paar uitgevallen. Ja, inderdaad, maar we hebben nog een paar wedstrijden. Natuurlijk ook door Kitty, de voorzitter van de NACO, van harte gefeliciteerd. Jos Evenjas Penzas. De Rijnders Koolhandel en Transportbedrijf. Mercedes Sloperij Mark van den Brand. Autosloperij Gebroeders de Kinderen Helmond en Gelderop. En Saks UTC, dat is koppeling en remmen in Meidrecht. En vloerbedrijf Gebroeders van de Meren in Best. Jos, je hebt erop gestudeerd, ik weet het zeker. Jos, succes in de tweede manche en in de finale. Van harte gefeliciteerd, toi toi toi. Uw applaus dames en heren voor Jos Kuipers uit Best en muziek van Molendijks Geluid. Komt de piste nog aangevaren, dan snel Jan Pister, startnummer 32. Nou, daar zet je een kant met Leo Pettinger, met de startnummer 20, die de groen-duitse wagen. Oh, daar had er toch nog ingekregen, de piste, zijn vaartuig in Ordnung te brengen. Voor het laatste dat hinten, daar wordt nog een halve wandelronde zugegeven, meine Damen en Herren. Jan Pister moet je aufschließen. Ja, und Leo Petting versucht seine Reifen jetzt schon aufzuheizen. Wenn er bei ist, da hinten ist einer, dieser blau-weiße Wagen und der grün-weiße Wagen und Musik von Radio Mölnig. Ja, danke schön Radio Mölnig, wir lassen uns auf nichts ein. Ich denke, dass Bruchstall da drüben starten wird. Denn es sind schon anderthalb Runden Baumlauf. Vielleicht starten sie drüben. Abwarten. Nein, er zieht durch. Er zieht durch. Noch ein paar Takte Musik. Dankeschön. Und jetzt bin ich gespannt. 20 oder 32, die letzten beiden. Achten Sie mal auf diesen Blitzstart jetzt, meine Damen und Herren. Fahrzeuge bis 1600 Kubikzentimeter. Und der Start wird freigegeben. Was kommt jetzt? Wer geht als erster hier weg? 64 als erster. Leo Pettel mittendrin. Jan Pfister-Eisen. Ja, ja, dieser grün-weiße und blau-weiße Wagen. 12 geht nach vorne. 12 außen mit grünem Wagen. Jetzt auf Platz 4. Momentan Pfister-Probleme. Oh, da geht Leo Pettel zu spät in Eisen. Geht auf Platz 2. Da kommen wir, meine Damen und Herren. 12, 20, 64. Ja, die Startnummer 32 an Pistolanwagen läuft nicht optimal. Aber er wird ihn hinkriegen, da bin ich von überzeugt. Im zweiten Vorlauf wird es ein harter Kampf. An der Spitze die 20, meine Damen und Herren. Dann die 12. Wo bleibt die 32, die 111? Ich gebe mal zu Klaus. En zien dat Leo Betting steigt in Brust 20 uit het Gelderse Alten aan de leiding gaat. Gorkens uit Gelderse op de tweede plaats. Even heeft hij nog gereikt aan de overwinning. Maar na een halve ronde was het inderdaad Leo Betting die de leiding heeft overgenomen. Ik moet zeggen dat inderdaad Gorkens uit Gelderse goed blijft volgen. Van de Mooswijk staat in Brust 64 op de derde plaats. Daarachter is het 101. De man die zonder sponsor hier rondrijdt van Uden uit Hees. Op de keurige vierde plaats. We zien dat daar startnummer 32. We zien Jan Pister. Die is als allerlaatste op de baan gekomen. We wisten dat hij gisteren in een internationale wedstrijd is uitgevallen. Met ontstekingsmoeilijkheden. Die heeft hij schijnbaar niet op tijd klaar kunnen krijgen. Want de wagen loopt absoluut niet optimaal. De wagen van Leo Betting van 14 dagen geleden uitgevallen. Met een stukken differentieel. De korte differentieel van 14 dagen. Die heeft hij gezaakt weer helemaal onderwijs. En het kampioen van Nederland in deze klasse. Leo Betting gaat aan de leiding. Hurkens uit Schuit. Startnummer 12 op de tweede plaats. Van de Mooswijk startnummer 64.
zien wij daar inderdaad op de man uit Schijndel op de derde plaats rondrijden. Maar 101 begint aan te dringen, van iedereen heeft begint aan te dringen. Op de vierde plaats wordt hij nog rond. En daar het gevecht om de vijfde en de zesde plaats. Christen, tijd nummer 1 moet ik even kijken, 2.74. Neeman uit Halter en uit Duitsland die ook altijd goed partij geeft in deze klasse. Met een aangeloop, niet optimaal. Met Leo Dopping aan de leiding, met Herkens uit Schijk. Op de tweede plaats van de Neusdijk op de derde. Gaan we weer over naar Horst Wetter. Ja, schade maar dan. Die staat nog met 32. De zand met fijne te vinden is. In de blauw-wijze wagen. Aber ich sagte schon, mit Sicherheit im zweiten Vorlauf. Wir haben die Jungs denn im Griff und man wird ja auch mit vorne dabei sein. An der Spitze aber dieser grün-weiße Wagen unter der Startnummer 20. Dahinter die Startnummer 12, 64 und dann der blaue Wagen 111. Und wann hat es das gegeben, dass die Startnummer 32 die letzte Position hier auf dieser Strecke einnimmt? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, meine Damen und Herren. Jan Pist ansonsten immer vorne dabei. Die letzten zwei Runden werden angezeigt. 20, 12, 64, 111. Und da kommt Jan Pist dann auch nicht vorbei, denn er hat Probleme. Und immer wieder schaut er nach unten in sein Cockpit. Da scheint was nicht in Ordnung zu sein. Ich gebe noch einmal ganz schnell zu Klaus. Ja, Herr Sankt-Jalle, nun ist es Stand von Sachen weinig veranderd, wie Leo Dopping. Die heeft de zaak goed in de hand. Neemt uiteraard geen risico. We zitten in de laatste ronde. Reuzetten met Aalten aan de leiding van de startnummer 20. Herkens uit Schijk gaat dan weer de nodige punten voor het kampioenschap van Nederland binnenhalen. Zit op een gehouden tweede plaats, maar ziet geen kans dichterbij te komen. Wie zal dichterbij komen in de laatste ronde, in de laatste meters? Is van de Meesdijk startnummer 64. Opgejaagd wordt hij door startnummer 111. Van iedereen heus, maar het is 20. Het is 12 en het is 64. Dat is de uitslag. Wij gaan naar beneden en geven de microfoon aan Horst Wetter. Ja, dankeschön Klaus. Achtung Fahrerlager, Achtung Fahrerlager. Standard klaar maken, standaard bitte zum Start und Ziel. Oh, een beetje zenuwachtig. Oh, het valt mee. Het valt mee, zegt hij. Hij is wel een beetje wit op zijn gezicht. 189, let iedereen op. Vroeger stijger uit Venlo. Maar we gaan naar Leo Betting. Ja, ja, broer gaat mee rijden. We gaan naar Leo Betting en we vragen even de voorzitter van de NACO om even Leo Betting te feliciteren. Leo, het gaat niet goed. En we horen je net zeggen, je had het me vanmorgen ook al verteld, dat je de vorige keer in de opwarmronde bent uitgevallen met een kapotte differentieel. Ja, de vorige keer het opwarmronde moesten we een beetje te hard wegrijden, of wij gespeeld misschien wel, en het brak het differentieel een stukje kapot. Oh, de tank is eruit. Ja, al je tandjes, tandwielen waren niet door zelfs, dus Zo, dan heb je wat gas gegeven. Ja, er komt nog wel kracht op met zijn dingen. Dan... Ja, dat kan ik geloven. Jouw sponsor, nog steeds. Vijandel Elfring met Aalten. En dat is een hele goeie, hè? Een hele goeie, ja zeker. En je bent er nog niet geleerd sinds vorig jaar, Leo? Nee, het is een tijdje geleden dat ik de laatste keer gestuurd heb, maar wat me zeggen. Ja, ja. Oké, van harte gefeliciteerd op de startkaart voor de Eredivisie. En succes in de volgende maandjes. Leo Betting, dames en heren, de winnaar van de Speedway-klasse. Uw applaus en muziek van Molenwijs Geluid. Kan ik even kijken waar is die start vrijgegeven? Oh, daar komt. Nou, dat hebben we niet gezien. En dan gaat hij gelijk en gelijk in de problemen natuurlijk in de eerste weg. 50 van die standaardwagens, 189 broer helemaal achteraan. De eerste slachtoffers 287 voor aan de leiding. Startnummer 30 in de problemen. Toon Schut uit Perbrecht in de problemen. Die gaat als allerlaatste gaat hier beginnen. Aan de wedstrijd 247. Ja, we moeten oppassen dat wij hier een beetje bij kunnen houden. 287 brengt dat mee. Startnummer 16. Startnummer 9. Maar we beginnen mee te tellen. Startnummer 1. 87. Startnummer 200 in de problemen. Startnummer 207. Daar is Broer. Ja, 189 in de wagen van Doornhemmen. Daar gaat hij. Aan de leiding van de startnummer 16. De gele wagen die daar ging eruit. Links en rechts gaan de wagens van de baan. Hebben al de nodige problemen. Daar aan de leiding van dit moment is het een man die hier ook komt. Uit Delderig. Startnummer 16. Ja, aan de spitsen de gele wagen.
met de startnummer 16. Die we daarin dus gezaggen in de paardenkorde. Daar maakt men uit einem auto 2 stuk. Ja, ja, daarhinten die fahrer zitten aus den Wagen heraus. Aus den Wagen raus da hinten, der Spitzenreiter kommt bereits. Und der Kneipen, nein, er hat es gerade mal abgefangen. 16 an der Spitze. Hey, da dreht sich wieder einer im Dreivierteltag. 49 auf Platz 2. Und da drüben steht auch noch einer. Ja, ansonsten wird es ganz gut, der gelbe Wagen immer nach vorne, meine Damen und Herren. Er ist Spitzenreiter. Und da hinten steht wieder einer quer auf der Bahn. Wir müssen auf den zweiten, dritten und vierten aufpassen. An der Spitze die 16. Dann die Startnummer 49. Und auf Platz 3 ein schwarz-roter Wagen. Jawohl, 49. Dann die 87. Dann die 9. Und da hinten da knallt es aus allen Regeln der FMV. En dat is inderdaad de Bruin uit Dordrecht, startnummer 16 die aan de leiding gaat. Het is 49, een van de broertjes, Karsten uit Asperen, op de tweede plaats. En kijk je mee, dames en heren, want wij moeten het ook in de gaten houden. Hier komt de Bruin uit Dordrecht aan de leiding. We hebben 16 ronden, we hebben 15 ronden te gaan. 49, Karsten uit Asperen, op de tweede, derde plaats, 87. Dan 95 op de vierde plaats, 9 op de vijfde plaats. Kijk, die heeft zijn uitlaat verloren over die wagen. Zo, die zien een nieuwe uitlaat, erg jammer. Het is de Bruin uit Dordrecht, startnummer 16. Die aan de leiding gaat, even kijken waar die zit. Die zit inmiddels alweer tussen de achterblijvers in, startnummer 16. De Bruin uit Dordrecht, kopje erbij houden, de Bruin. Daar komt hij, gaat daar links en rechts, gaat hij de nodige deelnemers voorbij. Startnummer 49, Kast naar de achteren. Maar ook 87 komt dichterbij op de derde plaats. Dan 95 op de vierde plaats. 9, waar is de 1, waar is Beerhemmer? Startnummer 6 die wagen is, de koop van Schlevel uit Venlo. Ja, Beerhemmer, startnummer 1, waar is 99? De Sven Smit uit Nijmegen. Die zien we er ook niet duidelijk. Wij zien de startnummer 16, de Bruin uit Dordrecht. Ho, 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 daar komt hij, links en rechts zich laveren. Die zijn de achterblijvers door, we gaan naar huis. Ja, die 16, immer nog de nase vorne, mijn dames en heren. Auf Platz 2, aber nog die 49. Aber die 87 kommt nach vorne, meine Damen und Herren, liegt auf Platz 3, wird natürlich jetzt die 49 angreifen, das tut er. Er wird an ihm vorbeigehen, gegenüber. Nein, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Wir warten auf den Spitzenreiter, hier kommt er, die 16, da kommt hier Stöber. Hier 87 auf Platz 2, 49 auf Platz 3. Ja, ja, und dann die Startnummer 95 auf Platz 4. Oh, da war ein verdammter Spitze vorne hier oben. Aber an der Spitze, der gelbe Wagen, nebelt sich da überall durch. Und er kommt ganz gut durch, muss man sagen. Überall gelbe Flaggen. Und da kommt der Spitzenreiter, die Startnummer 16. 87 auf Platz 2. 49 auf Platz 3. Die sind alle vorbei. Und hier müsste jetzt der Platz, hier kommen, hier ist er, 95, 95, 25, 6, 35, 1, 8. Oh, da kommen sie jetzt aber ganz dicht zusammen. Und da oben stehen jetzt vier Fahrzeuge nebeneinander. Vier Fahrzeuge nebeneinander und ich sehe mal, wie das geklaut. Und ich habe die Idee, dass 87 Wollens erklärt, dass er vorbei ist. 87 Wollen seit Blurig aan de leiding. 16 de Bruin uit Dordrecht op de tweede plaats, op de derde plaats. 49, Karsten uit Asperen. Maar in startnummer 16 niet meer aan de leiding. Het is 87 Wollen seit Blurig. Die gaat op dit moment aan de leiding. 87 0 aan de leiding. Denk er eens aan hoeveel ronde hebben we gereden. Even kijken. We hebben 15 ronden te gaan met 87 op dit moment aan de leiding. Welles uit Blurig, daar komt hij. 16, de Bruin, 49, Karsten uit Asperen. Daar moeten we deze bijhouden, Hans. Maar anders kunnen we het niet bijhouden. De eerste drie moeten we blijven noemen. Anders zijn ze zo kwijt. 87, Welles uit Blurig aan de leiding. 95 heeft problemen, want er komt twee langzamer te rijden. 35 komt hij weer, waar is 99? Daar is Schenk Schmidt uit 99, zit er niet bij in de eerste maand.
87, Welles uit Breerink op de eerste plaats. 16, de Bruin uit Dordrecht. Kassel uit Achteren. 49, kom dichterbij. Dan 81 op de ronde. Ja, de heren hebben een grote voorsprong. Daar komt 243, 55 ook daarbij. Kortom, het hele geld verrijden, waarvan de helft ongeveer op de ronde is gereden. In de 87, Welles uit Breerink aan de leiding. 16 op de tweede plaats, 49 op de derde. En Horst op de vierde plaats. Ja, dat is wel Klaus. Dat is natuurlijk aan haar. Daar komt de spitsenreiter. 87 thuis. Dan 49 aan de 16. Dan die startnummer 25 auf Platz 4. Und dann die Fahrzeuge jetzt vorbeikommen, die letzten zwei Runden. Die letzten zwei Runden, wenn der Spitzenreiter vorbeikommt. Und da kommt er, weiß-blaue Wagen. Startnummer 47, da kommt er. 87, 87. Dann die 49 auf Platz 2. Und jetzt müssen wir aufpassen auf Platz 3. Da kommt die Startnummer 55. 55 auf Platz 3. Dann die 6 auf Platz 4. 8 auf Platz 5. So ist die Reihenfolge, meine Damen und Herren. Hier in dieser Standardklasse, wo einer den anderen überholt. Und da muss man enorm aufpassen. Letzte Runde läuft. Letzte Runde. Hier die Startnummer 87, 49 auf Platz 2. Und jetzt warten wir auf den dritten, 55. 55 auf Platz 3. Und dann müsste die Startnummer. Nein, der ist durch, die Einschaltung aus. Hier der rote Wagen. Auch nicht. Hier kommt der Gewinner. 87 ist durch. Zweiter. Die Startnummer 49, hier kommt er. 49 auf Platz 2. Und dann müsste die Startnummer 55 kommen. 55 auf Platz 3, 6 auf Platz 4. Oh, meine Damen und Herren, das ist ein Rennen. So, jetzt ist etwas Ruhe eingekehrt, meine Damen und Herren. Ein Rennen für die Jury-Schwerstarbeit hier oben, meine Damen und Herren, im Turm. Denn wenn der Erste den Letzten überrundet, dann geht es drunter und drüber. Aber wir können ihn sagen, das ist das in der Start, he? Ja, das ist hier. Ja, da wollte man sagen, ihr habt es gut getan, he? Ja, prima. Der Brauner, der hat das Hemd vor, ihr hier. Ich kann es auch nicht in die Karte getragen, ihr hier. Ja, ihr habt die Koffie dabei gehauen, deze keer. Wir haben was anderes gesehen. Okay. Hey, ihr Sponsors. Ausdruck von Wali. Hallo meneer, mijn vrouw, motoren zijn er in de weg, maar kan het veel spelers gebruiken. Oké, succes voor de volgende basis op de startkaart voor de Eurolonde. En tot ziens, uw applaus dames en heren voor Welles uit Breerink en muziek van Molenbergs Geluid. Hoe is het broer? Broer, hoe gaat het? Goed hè, van harte gefeliciteerd. Ik heb geen beker voor je. Volgende keer. Muziek in zichtbaarheid. Daar sind schon vollstammige Pferde dabei, zweimal Renault, 42, 45, die 188, die 28, schnelle Wagen auch in dieser Klasse. Das kann nicht gut gehen, glaube ich auch, Klaus. Wollen wir mal abwarten, die Neulinge sind vorne, die vier Fahrzeuge und dann kommen schon die Asse. Und der Start wird freigegeben durch Bruce Stoller und der Start ist frei. Und jetzt, wer geht als erster von der Bahn? Oh, da ist er schon einer weg. Da aber da hinten kommen sie alle durch. Der 16 ist vorne. Aber das bleibt nicht lange so. 239. 188, 42, die 1 ist weg. Hey, da geht es aber rum. Drei Fahrzeuge nach vorne. Mal sehen, wo bleiben die Schnellen. Da kommt die Kurve. Kommen sie, oh, der geht geradeaus. Der blaue geht geradeaus. Ja, ja. Noch ist nicht entschieden, wer das Rennen hier gewonnen hat, meine Damen und Herren. Ah, da kommt die 28 nach vorne. Wo bleibt die 188? 172 mit einem schnellen Wagen. Dann die beiden Renault. Ah, die 45 geht schon mit. Ja, der geht gegenüber der Renault. Und an der Spitze hier, 143, 214, 71, 142, 29, 45, 28, 2.
239, 24, 188. Hey, da drüben dreht sich einer auf der Bahn. Aber alle anderen kommen vorbei. Da ist die 11.000, der gelbe, nein, die 21. Der gelbe Wagen. So, der ist an der Spitze hier, 71, 216, 29. Oh, da kommt die 28 und ich schalte mal zu Klaus. Aber diese Mann hat nicht im Körper, statt im Rennen schlafen, der sich auf dem Moment an der Leitung gehabt. Want zijn beide medestanders, maar daar zien wij de man uit Noorden. Ik denk dat het is 29, even kijken. Ja, 29, en dat is Noorden, maar daar komt André van door. Start nummer 28, 29, 28, 71, 45, 188, en dan distilleert zich inderdaad uit het enorme veld van rijden. Distilleren zich toch weer de snelste in deze klasse. Met op dit moment is het 29 aan de leiding. Start nummer 29, kort schutter uit Noorden aan de Leiden. Ah, daar gaat inderdaad André van Doren. André van Doren, 28 van Anhuis, kort schutter uit Noorden. Opnieuw tweede plaats. 188, Nadius uit Overloon komt ook dichterbij. Rijdt nog steeds in zijn oude wagen. 71, Pels uit München-Gladbach zit er ook goed bij in de start nummer 71. Ja, maar kort schutter laat het niet zitten. Inderdaad, André van Doren aan de leiding. En die wordt er eventjes mee, keurig netjes die achterblijven. Gaat keurig naar buiten, 71, 188. 45 komt ook naar voren in zijn geel-witte Renault. Schalke Dijkstra uit Markelo komt naar voren, maar de tijd zal hem ontbreken om nog aansluiting te krijgen bij de kopgroep. De kopgroep die hier inmiddels doorkomt met 28 anderen van Doren, 29 kort schutter uit Noorden en op de derde plaats 188. En dat is onze vriend Nadia van Overloop met op de vierde plaats 45. En dat is de man uit Markelo, Schalke Dijkstra. Horst. Ja, dank u die laatste twee ronden. Wenn de Spitzenreiter komt. En daar komt er. De rote wagen. 28. Dahinter die 29. Auf Platz 3, jetzt die 45. 45 auf Platz 3. 188 auf Platz 4. 172 auf Platz 5. Dann die 71. Dann die 8. Die letzte Runde wird angezeigt. Und da kommt schon der rote Wagen. Die 28. Dann die 29. Und auf Platz 3. Die Startnummer 45. Dann die 188. 28 auf Platz 1. 29 auf Platz 2. Da kommt er. Jawohl. 28. 29. Auf Platz 3, Startnummer 45. Dann die 188 und 172. So, wir brauchen die Bahn nicht umbauen, meine Damen und Herren. Denn jetzt kommen die Stocker Formel 1. Damit wir Felicitaties Klaus von der Vorsitzenden von der NACO. En van ons allen, André, van harte gefeliciteerd. Het was een leuke strijd. Ja, het ging goed. Alleen ik wil één ding in de monteur zeggen. Is alles klaar moeten liggen om de bak te breken. Alleen ik heb de koppeling gevonden. Ik heb in dezelfde keer problemen met de versnellingsbak. Het is niet de koppeling. Ik kan niet meer schakelen. De koppeling is helemaal leuk. Dus even alle gereedschap klaar liggen. Dan kunnen we het gelijk vervangen. Dan kan ik de volgende mensen meerijden. Even de bak erachteruit en even een nieuwe koppeling monteren. Inderdaad. André, jouw sponsors. Dat is horeca meubilair. De Arend Amazone uit Rekkers van Kop. Als schoten tot complete barinventaris. Automaterialen kleizen waar u alles kunt krijgen op het gebied van de automobiel. Motorclub, Hells Angels, Holland. Als je maar vaak genoeg wint, dan onthoud je die sponsors ook wel, hè? Ja, je leert hem wel, leert hij waarschijnlijk niet wat gebeurd is. Je moet zien dat we er nog een paar bij krijgen, dan moeten we overuren maken. André, nogmaals van harte gefeliciteerd. Succes met dit, met de D en de montage van je versnellingsbak. Ja, dat lukt wel. Ik heb drie hele goede motors bij, dus dat moet lukken. Dat geloof ik. André, op de startkaart voor de Eurolande. Uw applaus, dames en heren, voor André van Doren. En muziek van Races. Ja, dan is er een rare melding. En dat werd de start vrijgegeven met de fout.
Die 2 versucht nach vorne zu kommen, 14 ist aber vorne. Der grüne Wagen greift ihn an vor der Kurve, zieht scharf nach innen. Jawohl, anders, das sind 12 gesetzte Wagen, das sind 3,499. Alle Fahrzeuge durchgekommen. Und schauen Sie mal, was die Startnummer 10 und 7 da fabrizieren. Ja, die wollen ja nach vorne, die müssen nach vorne. Aber vorne ist die 12. 12, Mit Krieg Kaiser. Krieg Kaiser aus dem Rennen, geht aber wieder hinein. Ah, jetzt ist er natürlich weit hinten. Krieg Kaiser ganz weit hinten, der schwarze Wagen aus dem Rennen. Ah, die 7 auf Platz 3, an der Spitze der grüne Wagen, die 12, dann die 14, dann die 7. Dahinter die Startnummer 1, 306, 9. Ah, da kommen sie ganz schnell in die Kippe wieder zu kommen. Und dann sind wir zu Willem Rosendahl, die in die Probleme kommen. Und gleich Piet Keizer in die Probleme. Und was betekent voor Piet Keizer, de tweede man, kansloos natuurlijk. Willem Rosendahl met een lekker band uitgevallen. Dat in de 12. Die heeft een zeven voorbeeld gelegen. Twee titels hebben we geplaatst. Twee van Adelaide. Daarachter Bosma. En de stad nummer 1. En ze doen het echt weer. En als de stad nummer 9, als het er niet is. Van Toren. Van Adelaide is het nog steeds stad nummer 12. Middelkees zitten. Kees Huijkoppie erbij. Zeven voorbeeld gelegen. Op de tweede plaats. Op de derde plaats. Stad nummer 7. De man die een zeven voorbeeld heeft gemaakt. Adelaide. Dan op de vierde plaats. Stad nummer 1. Willem Bosma. Daarachter. Van Toren. Start nummer 9, daarachter 306. Kracht en van de nieuwe deelnemers in deze klasse. Maar nog steeds aan de leiding. En nu krijgen ze problemen met achterblijvers. Waaronder Sabine Rode uit Dorsten. Die het allemaal uiteraard nog een beetje moet leren. En sportief aan de kant zou gaan natuurlijk. Start nummer 12, weer een twee titel. 7, met de Rode naar de tweede plaats. Heeft in de Waterman weer de tweede plaats rondreed. Tweede voort uit Zimmer. Heeft die teruggelezen naar de derde plaats. Kan geen zieters dit houden, we zullen het hopen. De sponsor door Peters gelijk van, ah Kees, ze koppelt er niet bij, een matte larooi. Start nummer 7 aan de leiding. Geen zieters daar op de tweede plaats. Ja, geen zieters daar op de tweede plaats, matte larooi aan de leiding. Geen zieters op de tweede plaats. Start nummer 9 verloren. Daar komt er bij start nummer 10. En hier is buiten de baan geweest. Matte larooi aan de leiding. En we gaan snel over naar her. Ja, nou een spitsenrijder, startnummer 7, die 12 keer uit hem rennen, hier komt de spitsenrijder, startnummer 7, op plaats 2, nein, dan die 14, dan die 9, dan die 10, ah ja, 30, 73, ja ja, dat is een richtig zo, da hinten sehen sie alle wieder von der Bahn. Die letzten 2 Runden werden gefahren, an der Spitze die Startnummer 7. Auf Platz 2, der rote Wagen mit der Startnummer 1. Dann die 9, dann die 14, dann die 10, 30, 73. So ist die Reihenfolge hier in der Stadtformel 1. Und die letzte Runde, meine Damen und Herren, für die Startnummer 7. Startnummer 7, letzte Runde. Zweiter die 1, dritter die 9, dann die 10, dann die 14. Die 30, die letzte Meter für den Spitzenreiter Startnummer 7. Auf Platz 2, die Startnummer 1. Startnummer 1 und die 9 auf Platz 3. Reihenfolge und dann die 9 kommen. Auf Platz 4, Startnummer 10. Und auf Platz 5, da war die Startnummer 30. Ja, ja, das war Stocker Formel 1, meine Damen und Herren. Lange, lange Zeit hat die Startnummer 12 das Rennen geführt. Aber an der Spitze gewonnen hat zum Schluss Startnummer 7. Zweiter die Nummer 1. Dritter im Süßere. Und das ist der Enige. Helm, Automaterialen BV. Gefeliciteerd, door Kitty, de voorzitter van de NACO. Matt. Van ons allemaal van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Gaat het goed? Ja, het gaat, hè. Uitkijken, hè? Ja, een beetje rustig aan doen. Dat je niet op het voetbalveld terechtkomt, hè? Ja, want dan verlies je de partij. Dan verlies je veel tijd. Maar ik heb het al gezegd, jouw grootste sponsor is Van den Berg uit Zwisteren. Ja, het garage Van den Berg.
En je hebt nog een sponsor. Ja, dat is Helium, het echt. En Jeuken BV, automateriaal, ook het echt. Oké, okay, maar bij Garage van den Berg daar kunnen ze terecht voor alle soorten automobielen, man. Voor alles wat er nodig is. Onderdelen, reparatie, noem maar op, van den Berg in. Juist, en we hebben dus ook een properij erbij en met tamelijk nieuw materiaal. Oké, okay, dan weet u waar u heen moet, dames en heren. Matt, van harte gefeliciteerd op de startkaart voor de herenronde. Jij succes met jouw collega's in de derde maand. Uw applaus, dames en heren, voor Matt en Leroy en muziek van Molendijks Geluid. Zich opstellen, sprintklasse, attentie, sprintklasse zich bereid houden in Vaderlaken. Zo, hoe heb ik dat gezegd in keurig Duits? En we gaan snel door in het Nederlands, want Horst doet het voor ons in het Duits. Voor onze vele Duitse vrienden die hier aanwezig zijn. Horst komt uit Duisburg, zoals u weet, dames en heren. En ik kom uit Norg en niet uit Assen. En daar zijn we onderweg voor de tweede maand over 10 ronden in de Renault-klasse. Met 165 sluithaak uit Arnhem. Nog aan de leiding, maar we weten het, startnummer 7, 44, en tevoren. Maar dat is startnummer 8, Alfons Handbeek. Dat is een zwarte Mustanger, ook bij, maar het is 64, wil hij nog uitkomen. Die gaat aan de leiding naar Piet Keizer. Op de tweede plaats, daar zien we, ja, daar zien we toch inderdaad, Alfons Handbeek uit Kildong, startnummer 8 op de derde plaats, heeft deze plannen. Dan wat gaat ook voor 44 in het veld, 347, dan toch de plaats weer tussenbij. Dat kan ze, Piet Keizer nog niet op de eerste plaats, 64. Doe maar uit, Keul aan de leiding. Op de tweede plaats. Piet Keizer uithouden en dan de startnummer 2. En daar proberen. Vol in de vangrails. Hier loopt het af. Even kijken, jongens. Even kijken. Vol in de vangrails. In het veld. En Alfons Handbeek rood, denk ik. Even kijken. Even rustig aan. In het veld. Beweegt. Niets aan de hand doorrijden. Piet Keizer inmiddels aan de leiding. Wil maar uit de tweede plaats. Op de derde plaats. Dus de toonkast is uitgeweerd. En we gaan snel over naar het. Ja, dat is godzijdank weer alles afgelopen, goed afgelopen. Anders spitsen die 7, dan die 64, dan 347 op plaats 3, dan Sabine Hora op plaats 4. Ja, godzijdank, daar is niets passiert, die 44 en der schnelle Belgier mit 8. Anders spitsen die 7, 46, 347, eine halbe Runde Vorsprung. Diese drei Fahrzeuge vor Sabine Hora, Startnummer 49. Dann Anneliese Norau, 63, 71, 839, was eine komische Nummer. Ja, die Spitze weit auf über Sven, da kommt ja keiner mehr ran an die Startnummer 7 hier. An Piet Keizer. Dann Startnummer 64, 347, der könnte theoretisch noch auf Platz 2 kommen, das tut er auch. Nach 2-3 Runden ist er auf Platz 2, da kann der Willi Norau nicht gegenhalten. Dann Anneliese Norau, vor Sabine Rode, dann die 71, dann haben die Anneliese geht außen, Sabine innen, da fahren die beiden Damen nebeneinander. Und jetzt kommt die 37 auf Platz 2, 64 auf Platz 3, so wie wir es vorausgesagt haben. Und wer wird dahinter, der Kampf zwischen den beiden Damen, 49 und 63, da kommen sie, Sabine Rode macht zu. Anneliese Norau kommt da nicht vorbei. Er ist heute mal wieder zu klaus. Met een heel bijzonder mooie uitzicht op het gevecht tussen de beide dames. Anneliese Norau nu aan de binnenzijde. En de startnummer 63, dat betekent dat Sabine Rode daar moet inhouden vanwege het feit dat in het veld zijn wagen daar geparkeerd staat. Inmiddels is 71 wel de knallen bij de beide dames in de buurt gekomen. Sabine Rode iets te veel met de veel naar buiten met de Alfa Romeo. En dat betekent wel de knallen, want zo'n zwarte BMW. En de startnummer 71 probeert daar voorbij te komen. Het speelt zich allemaal af op drie kwart ronde van de kopgroep van die kant hier. En dat is Piet Keizer uit Helmond, startnummer 2. Maar Toon Kessels heeft de zaak weer niet voor elkaar. Toon Kessels, dames en heren, uit weer 347 op de tweede plaats. En ik heb het idee dat Piet Keizer de zaak toch goed in de hand heeft. Dat hij ziet dat Toon Kessels
in de buurt komt. En we zijn blij dat deze deelnemer weer. Oké, broer, dankjewel. Als we hier doorkomen en de buiten strijdende dames, dan hebben we nog 200 te gaan. Inmiddels is Annelies Merra toch iets verder naar voren gekomen. Zit in de voorlaatste rem met Piet Keizer aan de leiding. 347, Tonkast is uit weer van de grote paar. 64, Willy Merra op de vierde plaats. En dat is de kopgroep, en daar moeten we even wachten. Dan wordt de vierde plaats is 63. En dat is Annelies Merra uit Keulen, daarachter komt Sabine Rode. En die hebben inderdaad 71 Verme Knauer in de zwarte BMW van zich afgeschud. En ze gaan de laatste ronde in. En wij gaan voor de laatste ronde naar Hofkruiken. Ja, dankjewel. En daar de laatste ronde loopt, mijn dames en heren. Piet Keizer is hier nog aan de spitsen. De wijze wagen op plaats 2. Dan komt die start naar 64, de zwarte wagen op plaats 3. En ik geloof dat Piet Keizer met de startnummer 7. Dat Rennen wiederum für sich entscheiden kann, denn die 347 ist zu weit weg, um da noch anzukommen. Hier kommt der Gewinner, die 7. 347 auf Platz 2. 64 auf Platz 3. 63, wo haben wir sie? 63 müsste auf Platz 4 kommen, das Ehepaar also auf Platz 3 und 4. Wenn Sabine Rode nicht noch einmal vorbeigeht an Annelies Merra, nein! Das Ehepaar ist aus Köln wiederum auf Platz 3 und 4. Piet, ich bin eine Linie kreuz. Piet von Adre registriert das zweite Mal. Und Overwinning? Ja, net. Mit eigen Wagen? Ja. Schlepperei, Autohandel, Piet Keizer Helmond aan het water. Ja, en een... Kan niet missen. Als je aan de verkeerde kant zit, moet je even over de brug, hè? Ja, dat kan ook. Dat kan goed. Piet, het ging even mis met de tweede meisje bij de stokker. Tim Rozen daar maakt een foutje, denk ik. Nee, we hadden iets anders dan de andere band opgelegd. En ja, die ging dan niet zo goed als we straks gingen. Nee. Nou, dat kan gebeuren natuurlijk, hè? Veel deelname. Ja, dat is wel mooi. Jullie rijden vier meisjes, dan drie meisjes in de finale. Ja, ik hoop het. Dus je hebt nog twee keer de gelegenheid. Ja. Piet, nogmaals gefeliciteerd op de startkant voor de Ereronde. Uw applaus, dames en heren, voor Piet Keizer. En muziek van Molendijk geluid. Ja, dank u wel. Hartelijk dank, Radio Molendijk. Mijn dames en heren, zweiter voorlauf in de sprintklasse. 1300 kubiek centimeter, mal sehen, was die Startnummer 76, 7 oder 35 macht. Mal sehen, ob der Start überhaupt gelingt. Brustolder respektiert noch einmal. Jetzt ist der Start frei. An der Spitze der kleine Wagen die 60, aber wie lange bleibt der vorne? Da kommt die 74. Da kommt Jost aus Duisburg auf Platz 3, aber dahinter der Holländer mit der 4. Oh ja. Wir wissen, dass der Junge fahren kann. Und wo bleibt die goldene 7? Wo bleibt der Gewinner? Aus dem ersten Lauf der gelbe Wagen auf Platz 5. Die 7 mit von der Partie. 35 neben der 76. 147, 76, 35 dahinter, die 60. Und die goldene 7. Nun, er hat ja 10 Runden Zeit. 104, jetzt auf Platz 1, just auf Duisburg, in der Innenbahn, zieht den Wagen innen, aber der Holländer ist hier, sofort hinter ihm, und dahinter wieder der gelbe Wagen, der Gewinner des ersten Laufes, da kommt er, der just auf Duisburg, 104, dahinter die Startnummer 4, dann die 76, wo bleibt die 35, aber mein Kollege Klaus, just da und ich schalte rüber. Zagen we dat Just uit Duisburg ook in de eerste maand zijn goede wedstrijd heeft gereden. Op dit moment gaat hij aan de leiding aan de startnummer 104. Maar het is Rens Snoek uit Winterswijk, de kampioen van Nederland in deze klasse. Die hier op de tweede plaats krijgt, dat is dat nummer 76, de winnaar van de eerste maand. Just uit Duisburg op de tweede plaats. Daarachter is het de man die in de ronde aan de leiding is gegaan. Hulkenbeck uit Wietertaal. Maar die wordt daar door startnummer 103. Wordt hij daar belaagd. Denker uit Duisburg. Gaat er inderdaad aan de binnenzijde. Hulkenbeck uit Wietertaal voorbij. En de stand van zaken is op dit moment. Daar komt die startnummer 103. Westen uit Duisburg.
Daar staat nummer 4. En dat is onze snelleman uit Nederland. Rensdoek uit Winterswijk op de derde plaats. Staat nummer 76. Klits uit Duisburg. Op de vierde plaats is het 103. Brinker uit Duisburg. Jongen, jongen, jongen. Ze komen allemaal uit Duisburg. Ja, daar komt nummer 7. Die dacht dat hij de eerste maand had gewonnen. Maar op dit moment zit hij nog in het middenveld. 103, 4, 76, 103, 104 was dat, 744, Heutenberg heeft problemen, dan staat nummer 7. En hier komt de allerbeste uit Duisburg, dat is Hofsluiter. Ja, dankjewel Klaus voor dat compliment. Maar ik geloof de Hollander wird aan de spitsenreiter herankomen. Denn Herr Justus Duisburg muss da langsam ein Fahrzeug passieren. Jetzt ist es passiert, gerade geht der Holländer innen. Herr Justus Duisburg außen. Sieben Wagen nach vor der Kurve nach innen. Eine Wagenlänge trennen die. Ja, ich sagte der Holländer die 4. Der ist enorm schnell. Und Herr Justus Duisburg muss aufpassen. Und jetzt ist dasselbe Spiel, er hat den Wagen innen. Aber der Holländer bleibt ihm dran. Die 76 auf Platz 3 an der Spitze, da kommen wir, die 100 hier, dann die 4, 76, 103, dann die goldene 7. Ah, ein schnelles Rennen, meine Damen und Herren. Die letzten zwei Runden, wenn diese Fahrzeuge hier vorbeikommen. Und wieder langsame Fahrzeuge müssen überrundet werden. Was macht die 104 jetzt, was macht die 4? Kommen Sie gut da vorbei. Jawohl, da kommen Sie aus der Mitte raus. Wieder durch, nicht durch. 104, dann die Startnummer 4. Und ich schalte nochmal ganz schnell drauf. Ja, Horst, danke mal. Sie sind in der Vorlage gewesen und gefecht ist in Gestalt ausführen. Startnummer 104, Startnummer 4. Rundstuhl für Kampion von Nederland in dieser Klasse. Kommen uit Winterswijk, dus in volle gang. En voor jullie hier doorkomen, zitten we in de laatste ronde. En dat is op dit moment just uit Duisburg, die de kop in de bal houdt. Maar ook Rensnoek, die daar als een mes door de motor, die de achterblijvers voorbij snijdt, zit in de laatste ronde, 76 op de derde plaats. 103, 103, Brinker uit Duisburg op de vierde plaats. Net op de vijfde plaats is het op dit moment. 80 startnummer 7. Van Duinen hier uit Venlo, aan de leiding nog steeds. En zou Rensnoek het afproberen. In de laatste meters hebben een vrijbuik voor zich. En het is just uit Duisburg, 104, die hier de tweede maand gaat winnen in de sprintklasse. Dat nummer 4 op de tweede plaats. Op de derde plaats, de man die de eerste maand heeft gewonnen, die komt hier binnen. Op de derde plaats van de stad nummer 76. Daarachter, stad nummer 7, van Duinen uit Blerik, die wederom genoegen moet nemen. Met een vierde plaats. En hier hebben we Janny. En Janny die heeft een beroepje bij zich. Daar staat een vlotmaker. Die was in de Hollander staat zich aan tussen nakken. Ja, dat rollen ze voor zich snel. Aber er is al een fairer Fahrer. En daar kan man schon een beetje früher oder später rennen. En dan macht dat niet. Ik vind het wel zo richtig. Ik heb letzte Woche, also letzte Winter, wieder een Unfall gehad. En ik moet zeggen, wenn ze alle so fahren würden wie Ron en einige anderen, haut dat hier schon in, dan gibt es doch keine Verletzten. Dat vind ik een ganz tolles Argument, meine Damen und Herren. Ja, dankeschön. Dat is richtig so, liebe Zuschauer. Für die Sponsoren. Ja, das ist die Reifenfirma Kempten aus Oberhausen. Reifenzubehör und Autozubehör von A bis Z. Nicht nur für Rennsachen, auch für Privatwagen natürlich. Dann habe ich eine große Autolackiererei, einer großen in Duisburg, Brinker, die das Fahrzeug wieder in den Stundenstand gesetzt haben. Innerhalb von zwei Wochen musste gerichtet und gezogen werden. Also wenn hier immer Leute mit Rennwagen gerade mit Rennwagen auf der Richtbank müssen oder gerade gemacht werden, sollte man sagen, gehen die Leute geben sich Mühe, woanders vielleicht nicht. Solche Sponsoren suchen wir. Dann habe ich natürlich noch hier Dieter Lakagen, der hier Motor und Getriebe macht. Und wir haben was Neues drauf gemacht, eine Einspritzanlage. Ich muss sagen, hat sich viel Mühe gegeben. Auto läuft von Feinsten. Lakagen aus Düsseldorf, wohl dabei gesagt, ja. Bekannt für gute Motoren. Ja, und der verkauft und nicht nur für mich, der macht auch natürlich für andere sehr gute Sachen. Okay, Verlust auf den Siegerehrungswagen. Eine Runde, meine Damen und Herren, sparen Sie nicht mit Applaus. Musik von Radio Molnig.
datum over 10 ronden de tweede manche in de Hedrach Speedway zich opstellen. Laatste aanwijzingen op het zonovergoten circuit. De Berg hier in Baarlo. Aanstaande zondag, zoals u weet, dames en heren, in Gent op het genieten circuit. Waar we ook weer achteruit gaan rijden. Met alle internationale klassen, maar daar is de tijd. En we zijn onderweg met natuurlijk de man vanaf de eerste rij aan de leiding. Dat is al 88. En nu is grote fout van deelnemers. Komt het idee om van die laatste rij naar voren te komen. Let u op, start nummer 3, de winnaar van de eerste meis. Zal uiteraard proberen, terwijl hij nog helemaal achteraan zit. En het start nummer 8 is, als ik me niet vergis, die daar aan de leiding gaat. En dat is Miller. De man die in de eerste meis problemen had bij de start. Maar daar komt Dieter Bouwen. 2.33. 2.33, Dieter Bouwen. En start nummer 8. 180, 88. Ook veel nieuwe deelnemers in deze klasse. En het is inderdaad start nummer 3 die op dit moment nog langs door het veld moet komen. Daar heeft hij 10 ronden. Heeft hij daar de tijd voor 92-70 aan. Een van de snelle mannen, 47. Waar is 78? Waar is 49? Maar voorlopig is het Dieter Bouwen. Aan de leiding, daar komt ie. Dieter Bouwen aan de leiding, dan staat nummer 8. 180, 47, 78. Dat kunnen we helemaal verrijden, 4 aan ons voorbij. Terwijl we weten dat Dieter Bouwen, en dat zal je hard goed doen, huis, daar aan de leiding gaat, gaan we snel over naar. Ja, Klaus, ik geloof dat Dieter Bouwen maar lange weer aan ziek verdiend heeft. Hij heeft jarenlang zijn hier in Baarlo. Op deze man hadden aan een goede positie, het is de Lutzwing. Dat zou iedereen in 10 ronden komen. Ja, ja, die 78, die 3 komt, die 92, ja, ja. Alle snelle wagen zagen ihn, aber er baut seinen Vorsprung. Ganz frisches Bauch, wieder bei der Ausbautrop. Aber die 78, der blaue Wagen, jetzt auf Platz 3 oder 4, der nehmen es noch einer. 47 auf Platz 5. Und da kommt dieser Bauer aus Bottrop. Auf Platz 2, die 78, 180, die 3. Ja, die 3, er kommt da nicht raus und dann ist für Dieter Bouwen natürlich kein Vorteil. Er kann seinen Vorsprung ausbauen. Und die 3 greift jetzt in die 47 an, ist vorbei. 3 jetzt auf Platz 4. An der Spitze 233, aber da kommt die 78. 78 und die 3. Hey, die 3, der hat ja enorm zugelegt. Von hinten nach vorne. Durch das gesamte Feld, jetzt auf Platz 3 und ich schalte zu Klaus. Wie sieht das in der Base 233 von Dieter Bouwen, der stets an der Leitung gehabt. Und als diese Kopie dabei hält, dann kann die, terwijl die daar een beetje angstig dicht bij de Vanderhoorns komt, kan die dit winnen, die tweede man. 78 leiding van de Veldhoorn. En de tweede klas maar, het is inderdaad 6 staten. En de stad nummer 3, die inmiddels door het kwijt heeft genomen. En de derde plaats vast in de handen heeft. Maar zien wij, stad nummer 180, vast 180, moet je eens even kijken. Pim Karmiek uit Hekkien. Pim Karmiek uit Hekkien, die daar hier rijden in deze klasse. Heel goed neerkomt. Maar daar komt Dieter Bouwen, 233 aan de leiding. Maar ze komen dichterbij, 78 en 3. We zien dat ze opgejaagd worden. Stad nummer 101, Rinia Garde. Eens even kijken, daar. Ja, hier is zijn deur kwijt. Stad nummer 33 heeft zijn deur verloren. Stad nummer 33, en dat is Simon uit Bottrop, die heeft problemen. We hebben nog, oké, broer, dankjewel, nog 2 ronden te gaan. En we zien dat Dieter Bouwen nog steeds de leiding in handen heeft. Niet die de achterblijvers gaan passeren, kijk eens even daar. We zagen dat Jos Kuipers daar problemen heeft. 78, nu moeten die rijders verwilderd worden. Nu moeten ze buiten door. Buiten om en binnen door. Maar het is niet de... Hey, en daar gaan ze draaien. 78, Laurens van der Velde. Die is uit de strijd. We hebben nog 2 ronden te gaan. Laurens van der Velde uit de strijd. En dat betekent dat Jos Kuipers even moet inhouden. En dat 101 Rini Lagarde naar voren is gekomen. We zitten in de laatste ronde. En daar is de Pieter Bouwen uit Bottrop. En we gaan snel in de laatste ronde nog even naar huis. En daar komt die 3! 3 op plaats 2! Wat staan een slink als mijn wandelaar! Die staat van 3 op zijn tweede plaats! Maar de andere spitse, de jonge vader, uitstappen, Dieter Bouwen, de lange, lange jaren hier verder, dan is enkel nog een links jaar in de lijst te gewinnen! En daar kom je, dat zijn de punten, mijn wandelaar 1! Op plaats 2 die staat nummer 3! En op plaats 4! Die staat nummer 101 en nu kunnen we nog even uit de kruis. Ja, en Helsie gaat naar beneden om onze Dieter Bouwen daar te feliciteren. En je moet wel even je koptelefoon aanzetten, hoor. Nou, de uitslag van deze bijzonder spannende match.
was 233, Dieter Wader, en die heeft in die vele jaren dat hij hier rijdt, de laatste jaren toch weinig geluk gehad, maar weinig wedstrijden gewonnen. Maar de tweede man is nu op tweede paasdag, 19 jaar. En dan wonen we maar zien. Ja, daar is de rode fanen naar om. Rode fanen. Dit is dus. En Oldenbas. Waar dan is in Oudmank? Ah, twee banen lag rond nou zo. Oké, dan een paar takte muziek van Radio Melding. En daar wordt de start tegen iedereen vrijgegeven door keiner met zijn resultaat. Was macht die 32? De groen-weiße en de blauw-weiße wagen, daar gehen sie, daar hängen sie alle dicht zusammen. 111 an der Spitze. Aber wie lange, da kommt dieser Blauwagen 274 auf Platz 2. Dann kommt schon Leo Petting, ja ja, der Grün-Weiße schon auf Platz 3 neben dem Gelben. Da geht er an dem Gelben vorbei und ganz ist da wieder Pech. Der Wagen zieht einfach nicht richtig durch. Die Startnummer 32. Leo Petting dagegen, den Wagen läuft. An der Spitze, die 111, 120, 274, 64. Ja, Jan Fischer versucht alles, aber das Fahrzeug ist nicht optimal, es wird nicht geklaut. Und wir sehen dort inderdaad 101 von Internethäusern, als sie an der Leitung gaat, dan rijdt hij absoluut een goede wedstrijd. En dan heeft inderdaad de Leobetting startnummer 20, die nu dichter en dichterbij komt, heeft toch de grootste moeilijkheden om te proberen hem zo snel mogelijk voorbij te komen. Die zijn werkelijkheid schijf tweede geworden in de eerste man op dit moment. Helemaal eens even kijken, werkelijkheid schijf zit op dit moment. Ja, helemaal achteraan, daar zit hij. Zie je niet. Werkelijkheid schijf in de problemen denk ik, want hij zit er niet bij. Het is 111, daar komt hij. Ga nu dan uit Hees, ja Leobetting gaat nu in de aanval, 64 van de Meesdijk. Maar de wagen van Jan Fischer loopt niet optimaal, maar beter dan in de eerste maans. Op dit moment is hier in gevecht met 64 van de Meesdijk. Met van de Meesdijk is hier in gevecht om die derde en die vierde plaats. Om die vijfde en die zesde plaats is dat Neumann uit Halteren. En is dat start nummer 114 Haldorf. Uit Duitsland, aan de leiding is het nog steeds 111 en de lucht van iedereen heus. Leobetting is er nog niet voorbij. Ze hebben enige afstand genomen van de derde en de vierde man. Van de Meesdijk nog steeds op de derde plaats. Jan Fischer op de vierde zit daar vlak en vlak achter. De gevechten tussen de eerste en de tweede man. Tussen de derde en de vierde man. Die zijn fantastisch van iedereen heus. Die heeft zijn kopje erbij te houden. En weet inderdaad Leobetting naar voren te blijven. En we rennen de ene naar de andere. Die rennen hier onder de wielen door. We hebben zoals u weet 10 ronden te gaan. En we gaan terwijl de heren nog strijden. Om de eerste en de tweede. En dan om de derde en de vierde plaats. Snel over naar Hoogwalter. Ja, de andere natuurlijk. Terwijl ik wat in de beelden, mijn dames en heren. Leobetting verzoekt dat. Aan de blauwe wagen voorbij te komen. En Jan Fischer weiter in Hoogplaats 4. Leobetting grijpt dan. Greift vor der Kurve an, er kommt aber nicht vorbei. Jetzt wieder außen. Oh, jetzt zieht er ganz scharf nehmen. Kommt nicht vorbei an der 111. Jetzt nebeneinander. Jetzt geht er vorbei an ihn. Zieht den Wagen nach innen. Jawohl, es ist ihm gelungen. Neuer Spitzenreiter. Startnummer 20. Dann die 111. Dann die 64. Dann die 32. Und die letzten zwei Runden. Wenn sie hier vorbeikommen, da kommt Leo Petting, dieser grün-weiße Wagen. Ja, aber baut einen Vorsprung aus, weitere 111. Und der Kampf um Platz 3 und 4. Und ich gebe nochmal zu Klaus. Ja, Herr Sankt-Lehrer, haben Sie wieder diese Wagen, Leo Petting, hier vor der Bahn, Leo Bruch. Zweite Runde vorbeiging, das Gas ist lange geroten hier. Und das betekent, dass von Ihnen das ist. Dus genoeg om te nemen met die tweede plaats. Maar daar zien wij dat inderdaad. De derde plaats door Jan Fischer wordt ingenomen. Dan dat inderdaad 64 van de Meesdijk mee ingaan van de laatste ronde. Genoeg om te nemen met de vierde plaats. Daar komen de heren in de laatste ronde. Met Leobetting zijn tweede maal als winnaar. Hier over de schreef. Start nummer 20. Kunnen we noteren. Leobetting uit de auto. Op de tweede plaats is het van Ibernet Hees. Start nummer 111. Die ook een bijzonder goede wedstrijd heeft gereden. Dat beloof wat voor de vanavond. We gaan snel over nog even naar huis.
Ja, und da wird er abgewunken aus der zweite, dritte Startnummer 32. Und mit Sicherheit ist der Fahrer von der Startnummer 32 nicht zufrieden. Aber meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass da kräftig gearbeitet wird im Fahrerlager bis zum Finale. Und dann müssen wir bitte fein aufpassen, den Jan Fischer sein Fahrzeug optimal eingestellt hat. Denn dann wird es ein Kapitän. Ja, ich muss echt werken nou, hè? Als meneer 111 vrienden uit Hees, als hij van de Hees uit, nee, van u uit heeft. Ik zit altijd zit ik. Dat is moeilijk, hè? Vooral voor mij, hè, met een waanzinnige stap. Maar als hij goed wegkomt, dan... Nee, het is echt erg snelle jongen. En, nou, dus aan de meer een beetje problemen hebben nog. En die komen dadelijk echt wel harder naar voren. Ja, want Jan is de wagen ook nog niet optimaal. Nee, Jan is nog aan het zoeken naar de kleine probleempjes. En ik hoop dat hij ze wint. En dat wordt best spannend, denk ik. Ik denk het ook. In ieder geval van harte gefeliciteerd. Jij hebt twee meisjes gewonnen. Op de stapkei voor de herenronde. Uw applaus, dames en heren. Muziek van Molenbeek's Geluid. Ja, je hebt niet meer snel de start bij Klaas vrijgegeven. Ja, dankjewel Hans. Ik heb het niet gezien en ik vraag me af of de deelnemers hem wel kunnen zien. Kijk uit, Kitty, want we krijgen een hersenvoorzitter weer. Even kijken, en daar zien we daar boven inderdaad, daar bovenop, daar staat hij met hem. Oh nee, dat is de bochtencommissaris. Nee, en daar zit iemand voor van het Limburgse Dagblad. Oh, nou, dat is een start nummer 138. Ja, vielleicht ist einer der Zuschauer da, der gerade Nescafé hat. Hier vorne der Zitron hat heißes Wasser. Ja, nou, dat was een kleine van Nescafé. Oh, nou krijgt Hers daar ook de nodige pegulanten van. Café Smits in Andy, die gaat naar het middenveld, want zijn koppakking is ertussen uitgebuisterd. En dat betekent dat de rest van de heren weer kunnen opschuiven natuurlijk. Stokker Formule 2 zich opstellen, Stokker Formule 2 zich opstellen. Voor de tweede mans. Daarna de derde mans, Stokker Formule 1. En dan beginnen we met de finales. Even kijken. Ja, we zijn onderweg. Inderdaad, oh, daar staat Loos bij de hoofdtribune. Ja, hop, bom, flex. Zo werkt dat. Aan de leiding 287. 287 aan de leiding, moet je even kijken. Want terwijl daar van alles gebeurt, Kassen uit Asperen, als ik me niet vergis. Ja, van het einde van de broeren, ja. 287. Niemand de deur uit, hebben we niet. Niemand thuis, dus die doen niet mee. Goed. 287 aan de leiding. Oh ja. Frank uit Nijmegen. Hoe die staat, staat helemaal boven. Oh, die had niet gedaan. Nee, die had niet gedaan. Ja. Frank uit Nijmegen is... En zoals Horstel altijd zegt in trui. In trui voert het. Ho, en daar zien we een wagen van onderen. En dat. Even wachten. Rood. Rood wordt er gezwaaid. Rood. Stoppen. Ja. Stoppen. Rood jongens. Rood. Ho. Ja. Zo. Ja. Even kijken wat er allemaal gebeurt. En die rijder daar, die over de kop gevlogen is, die probeert zijn wagen weer op de wielen te krijgen. Ja, daar zien we dat een van de deelnemers vol in de vangrails gegaan is. En hij zit er achter de stuur en dat betekent dat we er snel even bij moeten. Nou, die gele wagen overzij de Horst, die staat weer overeind. En die kan weer gaan. Ja, dankjewel, u hebt het kunnen horen van Horst Walter. We rijden in de tweede mans in de standaardklasse nog 10 rondes. Het kost natuurlijk de nodige tijd om samen met de jury even de zaak weer op te stellen. Na aankomst van de eerste doorkomst van de ronde voorgaande geld. En die rijders die gaan zich dus opnieuw opstellen. Oh, we gaan helemaal opnieuw opstellen. Ja, we gaan inderdaad, dat betekent dat alle snelste, dat die weer naar achteren verwezen worden. En dat wij gewoon opnieuw even kijken. Waar is Broer? Even kijken, 189. Waar is de kamprechter? Kijk een beetje uit, Broer, want we hebben hier nog heel veel jaren nodig hier. Dus kijk een beetje uit. We zien dat inderdaad de broertjes Kassen uit Asperen, dat die naar achteren gewezen worden, want dat zijn allemaal van die snelle mannen.
En dat betekent dat wij dus, even kijken, ik geloof dat de startnummer 200 is geweest, die daar over het dak rolde, en die is er weer bij. Oh, die gele, wacht even, dat is, dat is de Bruin uit Dordrecht. Dat is de man die rondenlang aan de leiding is gegaan in de eerste maïs. Startnummer 16, en die is twee keer over zijn dak gerold. En die, ja inderdaad, je kunt het zien, ja. En die staat inmiddels, staat hij ook weer op de baan, dus die gaat ook weer veel nemen. 99 centimeter uit Nijmegen, die heeft gisteren zijn motor nog stuk gereden, vertelde Toon. Die is er ook bij een van de snelle mannen in deze klasse. En dat geldt natuurlijk ook voor startnummer 1, voor Bert Hennen. Ik heb startnummer 2, Bert Jansen niet gezien. Bert Jansen er wel bij, startnummer 2. Ja, die staat er inderdaad. En Bert die heeft zijn wagen er nog keurig uitzien. En we hebben ook gezien dat Zilver uit Venlo, startnummer 6, ook in het veld aanwezig is. Ik heb het idee dat we die mannen in de finale, ja Zilver is er ook, die heb ik gezien. Maar ik had Bert Jansen, Zilver heeft problemen. Dankjewel. Ja, alles kunnen we ook niet zien. En dan hebben we hierboven, hebben we natuurlijk van een van de officials die even tijdig uit de running is. Dan die zit vanaf zijn gaatje tot aan zijn nek zit hij in het gips. Maar die is nou even boven om ons hier te assisteren. Zo, de wagens worden opnieuw opgesteld. En ja, Klaus, ik weet niet of de staat met een 99 zoveel wat daarbij had. Dan je zo weiter loopt, Entschuldigung, die 99 is dan... Ich weiß nicht, das Wasser reicht. Guck mal, der verliert ja ganz schön Wasser, hä? Heute mach nur an Pipi. Machst du Pipi? Ja, nicht leider. Nee, alles klar. Tom ist dabei, sein Bruder. Maar 51. Die koopt hier die eerste Marshall, dus het hoort er ook bij. Vielleicht hat Nescafé dabei. En dan kan dan schön de Urlaub machen, hè? Zo, ja, u ziet dat het duurt allemaal een beetje langer dan dat we eigenlijk wel zouden willen. We gaan even kijken, Stokka Formule 2, ik hoop dat die opgesteld staat. Dan hebben we nog de derde man, Stokka Formule 1. En dan gaan we snel door naar de finale, want het is inmiddels over vieren. En het betekent dat we natuurlijk snel voort moeten maken. Want u weet het, in ieder geval de geregelde bezoekers hier van de internationale Autospeedway in Baarlo, dat wij om 6 uur moeten sluiten. Zo, we gaan nog even door, dames en heren. We hebben dus aanstaande zondag ijs- en wederdienende. Maar ik moet eigenlijk zeggen, water- en wederdienende. Gaan we naar Gent. Op dit moment staat er nog een anderhalve meter water in Gent. Maar we zullen hopen, Karel Wintje staat nergens voor, om te zorgen dat het water dan weg is. Dus aanstaande zondag, internationale autospeedway in Gent bij Nijmegen. Dan hebben we 17 april. Grijterode, dan gaat het seizoen wat geopend. Bent u daar nog nooit geweest? Het is er niet te laat. Op de 400 meter snelle autopiste, ook asfaltbeton. Daar bent u van harte welkom. We beginnen daar ook om 1 uur in Grijterode Internationale Autospeedway. Dan krijgen we natuurlijk de volgende wedstrijd hier in Baarlo. Die laten we in die olie te letten. Dus ja, die banden die worden warm natuurlijk. Ja, dan begint het te glijden. Ja, de man uit Dochem, die kwam uit Duitsland, die had problemen met het inhalen. Dat is niet helemaal zo brutaal. Nee, het is standaard, dus je moet gewoon volgen en kijken wat er is. We hebben gezien toen jij hier twee man tegelijk in die balenbocht voorbij ging. Ja, als je in die tv, dan kan het auto los zijn, maar anders houden we. Inderdaad, je moet dat wagen. Oké, autosloperij Schut uit Dordrecht. Autosloperij Schut, dat is het. En dat is het wezen. En jij op de startlijn voor de Eredonde. Tom, succes in de finale zometeen. Uw applaus, dames en heren, voor Tom Schut uit Dordrecht. Muziek, Berendijks geluid.
staat aan de zijde, daar staat wat prijzen geven. De genieter van start en ziel, zijn ronden stokken van de 2, paard tegen de 3 liter. En daar komen ze, ja, ja, die eerste kolde, alles klaar, hier komt. Jep, 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 jep. De auto, de jongens, die machen zich wel. Das gibt es ja selten, dass alle Fahrzeuge direkt zum ersten Runde durchkommen. Einer hat das Außentrum, ein weißer Wagen. 172 mit seinem VW-Karosse, BMW-Motor, ist auf Platz 2, kommt aus Hamm. Hier bleibt die Startnummer 45, 28, 42. Ja, wir sind noch mittendrin, aber die 172 macht mächtig Kampf. Aber er wird gejagt von der 45, jawohl. 45 auf Platz 2, 29 auf Platz 4, die 1 ist dabei. An der Spitze der VW, 172, 45, 29, 2, 1, 28. Ah, sie kommen und ich schalte mal zu Klaus. Dann sehen wir, dass die Gedanke, Kieser, auf die Moment der Heimeleitung gehabt. Stadtnummer 142, und dann hat Hamm. Maar we zien ook Schalke bijstrijd, Markelo met zijn geel-witte Renault. En de startnummer is 45 op de tweede plaats. Probeert daar die Volkswagen erbij te komen. Want dan moet hij ook wel van 27 Kool Schutter uit Noorden op die derde plaats hier aan te dringen. En probeert daar natuurlijk gebruik van te maken. 28 André van Doren. Voorzien van de nieuwe koppeling is vandaag. Kijk eens even, vol in de remmen. En dat betekent dat ook de andere heren even vol in de remmen moeten. En dat Schalke Dijkstra, wat is erbij gestoken daar? Ja, ze raakten elkaar even. Inderdaad, Kool Schutter uit Noorden nam alle risico's die er genomen zijn. Raakt even met achterwiel van de geel-witte Renault van Schalke Dijkstra. Maar heeft de tweede plaats in handen. Daar gaat inderdaad André van Doren, die daar ook Schalke Dijkstra eruit rent. Maar aan de leiding is het de man uit Ham met zijn rode Volkswagen, 172, 129. 28 en 45, dat is de stand van Zaten. Kool Schutter uit Noorden en de stad nummer 2. Een groeitje van Kool Schutter, de man die op dit moment op de tweede plaats rondrijdt. Hier op de vijfde plaats aan de wedstrijd deelneemt. 172, de man uit Ham. John Veld uit Ham aan de leiding. Op de tweede plaats Kool Schutter uit Noorden. Op de derde plaats André van Doren. Op de vijfde plaats, op de vierde plaats, 5 en 45 daar. Ja, daar gaat Piet Bos uit Hello in de problemen. En dat betekent dat ook 188 nabiërs het overloopt. Daar stilstaat, ja, zijn aandrijving is dus een bandenstuk. Jongens, kijk een beetje uit, want ja, de heren gaan weer door. De strijd gaat door 122, 29, 28 en 45, waar is die? En hier is het. Ja, ik ben maar gespannen. Die laatste twee ronden. Dat maakt de man uit Ham. Geht die 29 oder die 28 an ihm vorbei. Noch wird er das Feld an in der Klasse 2. Und da ist die 29 ganz dicht drauf. Ja, da wird gewaltig gejagt, der VW, meine Damen und Herren. 172 wird gewaltig gejagt und ich glaube nicht, dass er das halten kann. Denn die 29 kommt, die 28 und die 45. Die letzten Runden werden gefahren. Die letzte Runde, 172, 29, 45 und ich bin nochmal zu Klaus. Schönfeld uit Hamme steeds aan de leiding onder startnummer 172. Kool Schutter uit Noorden. Op de tweede plaats probeert hij nog in die laatste ronde. Wordt nog eens in de weg gezeten door een achterblijver. Maar dat is Schönfeld uit Ham. Kan hij dat nog winnen? Of is het inderdaad Kool Schutter uit Noorden? Het is Kool Schutter uit Noorden. Het is 29, ja, 172. En dan zien we de derde plaats binnenkomen. Startnummer 5 en 4 tegen, dat is de man uit Markelo. Met de voorwitte Renault die hier op de derde is geëindigd. Schalke Dijkstra, maar de winnaar is startnummer 29 en dat is Kool Schutter uit Noorden. Ja, dat was natuurlijk spannend, mijn dames en heren. De 172, de jonge Pfarrhausham, had dat in de rust gehad. Maar op de laatste meter, quasi uitgangs der Kurve, zette zich die 29 op plaats 1. Net ging het niet, was André net met de vlug af. Ja. Nou, ik had hem net als beste meter. Ja, nog eventjes een achterblijver en jij even heel slim buiten op. Ja, je moet het van geluk hebben, hè. Maar die jongens uit Duitsland, die komen ook, hè. Ja, die gaan ook steeds verder. Ja, Schönfeld uit Ham was altijd in Duitsland en die heeft het jullie al moeilijk gemaakt. Jazeker, ik had niet verwacht zo hard dat hij ging. Cor van Harte geweest, die op jouw sprong was. Is de Fopra Gerrit uit Alphen aan de Rijn.
En de vies die zal uit Breukelen. Dat zijn ze. Ja. En dat is voldoende. Nou ja, mijn eigen transportbedrijf. Ja. Je eigen transportbedrijf moet je ook even noemen. Ja, dat is goed, de transport in orde. Tuurlijk, die hoort er ook bij. Klaas van harte geregistreerd op de startkaart. Veel succes in de finale. Uw applaus, dames en heren, voor Cor Schutte en muziek van Molendijks Geluid. Ladies and gentlemen, NAPO Stock Car Races. Ja, ik wil van Dankeschön Radio Molenbeek, die schetsen dat het daar drin losgeht. Jawohl, da geht der Starterbahn nach innen und die Stocker Formel 1 begeben sie auf die Reise. Hey, ja, Jungs, langsam, langsam, langsam da. Ah, die 14, 14, 12, 99, 71, 39, 9, 10, 7. Ah, da wird die 12 ganz eisene Leitplanken geschoben. Von der 306 an der Spitze die 14. 306 fährt geradeaus. Hat den Anschluss verpasst, die 12 ebenfalls. Damit die 99. Dann die 12, die 9, die 10, die 7. 71, 73, 140, 31. Oh, die Jungs, die gehen aber richtig stark hier. Oh ja, das wird sich gut angehen hier. Die 12 auf Platz 2, die 99 geht wieder geradeaus. Pitkaiser hat sich verschaltet, 14 vorne, 14, 12, 7, 99, 9, 73, 10 und 12. Und dann haben wir wieder die Lehre sehr gretig sein, sehr gretig eigentlich auf die zweite Bahn. Dann soll Pitkaiser eben in die Probleme kommen. Ging daar in ieder geval, oei, Pitkaiser daar, Nico Schieteling, en daar staan maar 4 rijders tegelijk. 14 meter voortijd geleden aan de leiding. Ja, ja, 12! 12 Little Casey Shooters op de tweede plaats maar daarachter Mattelotto en de stad nummer 7 die uiteraard probeert om die derde man te gaan winnen. Schut uitdagen op stad nummer 13 komt naar voren, maar aan de leiding 14, tweede voortijd geleden, daar komt ie. Aan de leiding en nu Mattelotto op de tweede plaats, stad nummer 7. Op de derde plaats, stad nummer 12, Casey Shooters. Daarachter staat nummer 73, Kees Peters uit Brunsum. Daarachter 306, een van de nieuwe rijden, die betiefeling. Schut uit Adelaar, 71, 29 zien we hier doorkomen. En die heeft weinig geluk vanmiddag. En Jan van Toren in de finale kan vandaag weer een training. 14, 7, wat gaat er gebeuren? 12, dat is de kopgroep. 73, Kees Peters uit Brunsum, 75 daar, die betiefeling. Weer in de problemen, samen met... Jim Schut uit Dordrecht, daar komt Piet Keizer. En die heeft nog goed te maken, want hier is ook een ronde gereden. Maar het is 14. Ja, Wedervoort zit aan de leiding, maar die krijgt het moeilijk. Want we zien dat Mattelotto, wat een dunne weer voorbij. Mattelotto, winnaar van de tweede maand, zal hoogwaarschijnlijk ook de derde maand gaan winnen. En we gaan snel over de jaren. Ja, nou ja, Spitzenreiter, start nummer 7. Dan de 14, dan de 2. Als immer wieder versuchen die Jungs da hinten geradeaus zu fahren. Hey, da geht die 99 in den Leitplanken hier. Da kommt die 12. 73. Und Piet Keizer muss allerhand Dampf machen, wenn er das Finale heute gewinnen will. Nach den letzten zwei Runden. Die letzten zwei Runden an der Spitze die Startnummer 7. Hey! 7, 14, 12 en die schijten er wat te kruis. Zit in de voorlaatste ronde en we zagen dat Mattelotto eens in de problemen kwam. Vanwege het feit dat Wim Schut eventjes weer van de race. Maar Mattelotto vol in de remmen, wist daar tijd te keren. Stap nummer 7, Mattelotto aan de leiding, 14 weer de voorlaat geleden. Hij ziet dat zit op de tweede plaats en stap nummer 12, 22. Uitgeweerd op de derde plaats, we zitten in de laatste ronde. De laatste noten met Mattelotto, grandioos op de eerste plaats. En dat kan niet meer verliezen. Voor de laatste noten geven we jou. Ja, en in Baas en Winnen komt de laatste meter. En daar komt de winnaar.
Staatsnummer 12 van hem, ja! Daar verliert die 12 van zweiten Platz. Wo geht die 12 hin? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Eieieiei. Ja, meine Damen und Herren, das war der dritte Vorlauf. Sabine Rode kann ihren Wagen abfangen. Die 12, da kriegt man ja einen Drehdurm. Und die 12 wusste gar nicht mehr, was Sache war. Er fuhr gerade auf. Ja, komisch, hè? Koppen die Ball houden. Ja, was jammer, in die bocht ik Piet aan moest duwen. Want ja, ik kwam te hard aan de Piet stond bijna stil in de bocht. Ja, kan gebeuren. Ja, ik kon hem niet ontwijken. En je mag duwen in de bocht, hè? Feit waar, ja. Ja, dat hoeft niet. Nou, oké, je hebt het gezegd en Piet zal het begrepen hebben, denk ik. Ja, er kan van alles nog gebeuren in de finale natuurlijk. Glaasje, Piet van den Berg. Ja, uit Zusteren. Uit Zusteren. En daar heb je op staan. Helium automateriaal uit echt. En we hebben nog een sponsor, dat is Jurgen BV uit echt. Nat, het was grandioos. TTT in de finale. Jij gaat een welverdiende wereldronde rijden. Wij gaan beginnen met de finale wedstrijden. En we zien jou nog weer terug op de startkaart. Nat de la Roy. De winnaar van de derde maand, Stockholm Formule 1. Uw applaus en muziek van Meulendijks Geluid. Dank u wel, Rademangers. Dank u. 10 ronden te gaan in de finale van de rodeo-klasse. Sprint! Zich opstellen. Teilnehmer springklasse bereid. Houdt hem, Dieter. Richting Duits, niet vast. Voornaam Duits. Dank u. Wij gaan starten. De laatste aanwijzingen van broer Stuiver, de wedstrijdleider. Daar gaat hij zijn rug krommen. Daar zijn we onderweg. Met, denk ik, Anneliese Mara. Uit Keulen 63 aan de leiding. Ja, ja. Die Stuiver gelijk met de Groot-Amerikaan. Helaas 44. Er niet bij. In het veld uit Barendrecht, die heeft, kijk eens even daar, ja, en daar hebben we 64, Willy Mora daar ook bij. Willy Mora gaat zijn vrouw Anneliese voorbij, door en door. Willy Mora, 64, uit Keulen, met zijn zwarte voort op de eerste plaats. Anneliese, die probeert haar echtgenoot terug te pakken op de tweede plaats. Die Keizers, dat nummer 7, 17, 8, 39, 49, Sabine Rode, 8. De man uit België, Alfons Heimbeek, uit Tilburg met zijn zwarte Mustang. Maar ik moet zeggen dat ook Sabine Rode erg goed gaat rijden met die Alfa Romeo. Maar het is Willy Mora aan de leiding. Inmiddels Piet Keizer op de tweede plaats. Op de derde plaats is het Anneliese Mora. En op de vierde plaats is het Verhoef uit Pijn Akker. Start nummer 17. En dan krijgen we iemand... dan krijgen we Tom Fenty. En die gaat het niet halen. Want daar komt start nummer 1. Daar komt Alfons uit Heimbeek. Uit Wildenk, uit België, die zijn zwarte Mustang op dit moment laat rondrijden op de vijfde plaats en wij gaan naar her. Ja, dankjewel Klaus en Piet Keizer is een begrip die spitsen te benemen. En daar komt de oudste vaarwaarder Korda als eerste heraus. Die staat nummer 7, dan die staat nummer 64, dan 63, 17, dan de snelle Belgier, ja. Dan Werner Knauer, dat is de rode 49, dan die 71, Werner Knauer. Zo geht hier ronde om ronde. 10 ronden werden gefahren, 5 pokalen werden uitgeschüttet. Aan de spitse, die sneller waren met de startnummer 7. Aber der Willy Mora aus Köln lässt sich da nicht so einfach abschütteln. Auch seine Ehefrau fährt ihm hinterher mit der Startnummer 63 auf Platz 3, 17 auf Platz 4, dann der Böse auf Platz 5, 49 auf 6, 71 auf 7. Wo ist die Reihenfolge und der schnelle braune Wagen? Da steht ja das Schild dran, bitte kaufen. Aber wer weiß, was das Ding kostet. Die Startnummer 7 ist zum Verkauf angeboten. Und ein Top-Fahrzeug, jeder kann es sehen. Da kommt er. 64, 63, 17, 8 und 12. Danke, danke. Herrscher, wir sehen ihn da. Piet Keizer hat es nicht gemacht. Und die Startnummer 7 und Willy Mora. Uit Köln, Startnummer 64. Blijf goed volgen. Anneliese Mora 63, de echtgenote van Willy, op de derde plaats, op de vierde plaats. 17 Verhoef uit Pijn Akker. En we zien dat inderdaad ook Vince Heimbeek uit Vilden er alles aan doet om daar voorbij te komen. En in ieder geval die vijfde plaats
om die te ruilen voor de vierde plaats. Sabine is dat nog niet gelukt. Sabine, Rode, 49, op de zesde plaats. En op de zevende plaats, 71, wel een knaller uit die lief. Dat is een zwarte BMW, die op dit moment niet kans ziet om de beide dames uit Duitsland voorbij te rijden. Nou, daar hebben we dan de mannen die in het gevecht niet voorkomen. Die worden op dit moment worden die dus op ronde gereden. We zien dat Brouwer zich dicht om daar even een bordje te gaan nemen dat we nog geen ronde hebben gegaan. Wij gaan dus ook maken om zometeen die bekers aan te reiken. Met Piet Keizer aan de leiding. Willy Nouwen op de tweede plaats. Annelieve Nouwen op de derde. Verhoef met Pijnaken start en we 17 op de vierde. Jawel, dat hebben we al gezien, dank u wel. En op start nummer 8, Alfred Heindijk en Phil Bond. We hebben nog twee ronden te gaan. En we gaan snel nog even weer over naar huis. Ja, ik had nu zien dat daar zomaar die Rijnvelde uitgeschreven. Maar daar is weer de Belia komt. De Belia komt nog eenmaal uit. En daar klinkt de taartregen nog. Aufplatz, drei Landen, aber die Fahrzeuge gehen ja erst in die letzte Runde. Wenn Pickeiser die Startnummer 7 hier bei uns vorbeikommt. Willi Nora, Startnummer 64 auf Platz 2. Anneliese Nora auf Platz 3. Und die letzte Runde läuft an der Spitze die 7. Dann kommt die Startnummer 64 auf Platz 2. Die Ehefrau auf Platz 3. Auf Platz 4, die 8. Belgier, dann die Startnummer 17. 49, 71, so ist die Reihenfolge. Ja, und ich glaube, da dürfte sich nichts mehr ändern. Mein Kollege kann schon mal runtergehen zur Siegerehrung. Da kommt der Gewinner Klaus Schreib auf. 7, 64, 63 und dann der Belgier oder die 17. Ja, da kommt noch die 8 vor der 17. 8 und die 17, so ist die Reihenfolge. 7, 64, 63, 8, 17. Bitte die Fahrzeuge zur Siegerehrung. Die ersten 5 Fahrzeuge, bitte zur Siegerehrung. Okay, Finale. Gevallig wel. Heb je nog ruimte voor al die bekers? Laat dat. Moet je wel verbouwen? Nog niet, we hebben er toch wel enkele, maar we hebben nog geen... Sponsor bij jezelf, Piet Keizer in Helmond aan het water. Auto, handel en sloperij. Jonge onderdelen van jonge Japanse, Amerikaanse, Europese automobielen. Ja, van, ja, we hebben van alles waar liggen. Ja, oké, okay, dan weet je dames en heren, bij Piet Keizer kunt u goed terecht. Oké, okay, Piet, dankjewel. We gaan naar Willy Nara. Willy, kom erbij. Dat is Eerpa. Dat is Eerpa, ja. Ja, die Willy. Ja, dat is applaus, dat is handig verdiend, hè. En die Willy, die kwam meer en meer aan Keizer, hè. Ja, maar Keizer is toch sneller. Had die de motor nooit überholt? Oder was is dat met neue PS reingemacht? Ja, onze motoren toen op Braunheiser Renntech in Köln had nog een beetje meer wat gemacht. Ah, du hast zeer goed gefahren, vielen Dank dafür. War een schöner Rennen. Aber Anneliese hat het ook goed gemacht. Komt er ook dabei. Ja, Anneliese! Andrita Stella. Anneliese, de grootste Anne? Grootste Anne! Gratulieren, war gut gegangen, ne? Es hat gut gegangen, aber er ist und bleibt ein Deutschschneller wie ich. Für 14 Tage war das gut gegangen und jetzt geht es war auch gut gegangen. Wir sind sehr, sehr zufrieden und wir möchten eigentlich, wenn es besser klappt, okay, aber das ist schon reichlich. Das ist gut für uns. Wenn der einmal anfängt, dann hält er nicht mehr auf. Anneliese, habe ich vergessen bei Willi die Sponsoren? Sponsor ist die Firma ADS Kassendata und die Firma Braunhäuser Renntechniker Zoll. Vielen Dank für die schöne Rennen. Wir sehen uns wieder, ne? Ja. Und nicht vielleicht... Wir fahren nach Alfons Heimweg uit Tildung. Und krijgt uit handen van Lothar voor de vierde plaats de beker. Alfons gefeliciteerd, die wagen die loopt niet goed. Nee, dat is een beetje krom ook. Ja, dat had ik gezien, ja. Dat van bovenaf kunnen we dat goed zien wat er gebeurt. Ja, we toch vallen nog mee, denk ik. Ja, maar je hebt lang werk gehad om Verhoef met zijn toch vrij eenvoudige auto voorbij te komen. Ja. Die wagen loopt niet optimaal. Die loopt zeker niet goed. Volgende keer beter. Hoop ons, dankjewel. We gaan naar Verhoef. Daar komt hij. En die krijgt uit handen van Lothar uit Dortmund voor de vijfde plaats. En hij heeft het heel goed gedaan met een vrij gewone automobiel, denk ik. Wat zijn dat auto? Niks geen bijzonders, hè? Niks bijzonders. Jouw sponsor. Vincent de Rotterdam. Kort en duidelijk. Gefeliciteerd, tot de volgende keer. Met de namen en heren. Hier in Siegerehrung, Willy en Anneliese. Uw applaus, dames en heren, voor de finalisten, de eerste vijf, in de Rodeo-klasse.
muziek Molendijks Gelet. Dankjewel, Radio Melnix. Achtung, Fahrerlager, Hotrod klaarmachen, Hotrod klaarmachen. En de start wordt vrijgegeven, mijn dames en heren. Sprintfahrzeuge, 10 Runden, Finale. En daar is de start vrij, de Starterwagen innen. En daar ben ik mal gespannt, wie sich das jetzt hier auseinanderzieht. Der kleine Wagen ist unscheinbar, aber kann da einfach nicht mithalten. Ein weißer Wagen, das müsste dann die 35 sein. Der sich dort an die Spitze setzt. Oh, der geht, aber da kommt die goldene 7, der Holländer. Oh, ja, 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 ja. Die 4 aus dem Rennen, weil natürlich jammerschade. Und die 76 an der Leitplanken. Das ist schade. An der Spitze die 35, 7, 122, 744. Oh, das ist schade, der schnelle Holländer mit der Startnummer 4. Und die 76. Aber da kommt der schnelle Holländer, die goldene 7 auf Platz 2. Da kommt die 104, die 103. Oh, da ist noch alles offen in diesem Rennen. An der Spitze die 35. Dann die 7 auf Platz 2. 7, 104, 103. Oh, da geht es aber knapp mit der 122 im kleinen NSU. Und ich flippe mal wieder zu Klaus. Ja, we hebben gezien dat inderdaad startnummer 4 een van de kanshebbers in de finale rondzoek uit Winterswijk kwam in aanvaring met Klits uit Duitsburg die de eerste maand heeft gewonnen. En dat betekent dat twee mannen die de finale hadden kunnen winnen, die gelijk in de tweede ronde in de problemen kwamen. Het is startnummer 7 van Dynamo Bleric uit Venlo die aan de leiding gaat in de eerste maand. Dacht hij ook dat hij gewonnen had, maar nu gaat hij echt aan de leiding. Op de tweede plaats startnummer 35. De man die vanmiddag goed gereden heeft, was Peter Hurst. Riedingen uit Bochum uit Duitsland, die op dit moment op de tweede plaats rijdt. En hem daar klaagt, is het best als hij vertrekt. 7, 35, 104 en dat is best uit Duisburg. Brinker uit Duisburg, op de vierde plaats, 744 in de problemen. Ja, ja, Huckenbeck uit Wiepertal in de problemen en de stad nummer 744. Maar de wedstrijd is er niet gereden, want Westen Duisburg die komt langzamerhand dichterbij en dichterbij. En dat geldt ook voor Brinker. Brinker met zijn lakierbedrijf in Duisburg. Oh, dat is gebeurd. Problemen voor Jess. Hier bij Stad Ezinis moet hij zijn hand omhoog steken. Dat betekent dat het voor hem afgelopen is. En dat betekent dat Jess uit Duisburg uit de strijd is. En dat Brinker uit Duisburg startnummer 103 het nu gaan proberen, maar ik heb het idee dat startnummer 7 van Dynamo uit Venlo hier de wedstrijd gaat winnen. Dat is de tweede plaats startnummer 35. Nogmaals, startnummer 35, een van de snelle mannen in deze klasse. Ook komende uit Bochum, Rudinger uit Bochum, die hier op de tweede plaats gaat binnenkomen, maar zover is het nog niet. We hebben al de nodige raadseltjes gehad in die laatste ronde en het zou natuurlijk, meerdere die uitvallen. Het gaat ook ontzettend hard. We hebben nog twee ronden te gaan als de heren doorkomen. Ja, komen we bij elkaar. 35 Huringen probeert het nog, we hebben nog twee ronden te gaan en die zijn verhost. Ja, en aan de spitsen blijft de Hollander, hij is 35, op plaats 2. Aber we hebben Trotter, 4 en 5 en de NSU ziet ook schon een blauwe kwijnbalken hinter zich. Die 122 erhoben wird wahrscheinlich, das Rennen nicht mehr durchhalten. Das für die 104, jetzt auf die Spitze, durchhalten. Die letzte Runde raus, an der Spitze, die goldene 7. Auf Platz 2, die Startnummer 35. Auf Platz 4, die 122 auf seine Männer sucht, dann die 118. Aber wir warten ja auf den Spitzenreiter und das lässt sich der Holländer auch gar nicht mehr nehmen. Hier sieht er schon die schwarz-weiß-rote Flagge, da kommt er. 7, 35, 103.
103. Alarm, daar komt de startnummer 482, maar der is niet op zijn plaats. Sondern hier komt der enge Seewagen met de startnummer 122. En dan komt de 118. Ah, dat is zo'n rennen voor zich, meine Damen en Herren. Goed. Grandioos van Duinen, de meisjesluk, de DJ dacht van wel, maar dat was niet zo. Maar in de finale is het geluk van harte gefeliciteerd. Even jouw sponsor. Nou, ik moet vooral motoren vieze vakken zwaar bedanken. Die jongen heeft ontzettend veel werk in deze motor gestoken en het resultaat komt er ook vandaan. Oké, finale winnen, grote klasse. Ja, in de maandjes, je moet ontzettend veel risico nemen als je van achteruit naar voren moet starten. En die risico's nemen alleen maar in de finale. Ja, inderdaad. Het zou mooi zijn dat jullie die ook in de maandjes moesten nemen. Ja, ja. Zullen we het anders over hebben? Ja, is goed. Oké, als tweede. 4 en 5 moeten doorkomen. 122 en 213. 122 en 213. Op de tweede plaats, onze vriend Riedelingen. Zit ie? Vriend Riedelingen, gratuleren. Daar hebben we goed gevallen. Ja, het ging zo. Het ging zo. Reifen waren niet optimaal, die vangen nog een paar Runden aan nachzulassen. Da muss ich noch, da was am Ende, nicht das nächste Mal. Ja, ich werde noch alle Hand an dem Auto erinnern, das muss noch schneller werden. Ach so, dann konnten wir noch was erwarten, ne? Ja, mit Sicherheit, glaube ich doch. Mit Sicherheit, deine Sponsoren. Das ist die Firma Tovin, die stellen also Schweißgeräte, Werkzeuge und so weiter, die man sehr gut gebrauchen kann, wenn man so einen Rennwagen baut. Firma Kissing in Oberhausen hat mir den Motor gemacht. Diese Schweißgeräte von der Firma Tovin kann man kaufen in Hattingen bei der Firma Redmar. Ganz vorbei, nichts, vielen Dank. Dann gehen wir nach unserem Herrn Brinker. 103, Herrn Brinker, mit dem schönen Auto, ne? Ja, wir haben sonst eine Lackierung. Ja, weiß ich. Ja, ja. Da können wir natürlich auch ein schönes Auto bauen, ne? Sie machen dann auch Verdienst auf Duisburg, ne? Ja, jetzt wird auch von uns lackiert, ne? Wir haben die größte Lackiererei von Duisburg, ne? Ja, nicht die größte, aber eine ziemlich große. Am besten, ne? Der Beste. Ja, man soll sich nicht selber loben. Wollen dann gerne Ihre Sponsoren haben. Ja, reisen Sie mal kennen, Auto zu, hörst du dann hört er auch bei, ne? Ja, ist ja klar, so eine Firma muss man haben. Ohne die... Ohne Firmi. Nein, ohne die Leute geht's gar nicht, ne? Das war das. Das war's, ja. Danke. Vielen Dank. Sierhausen. Even kijken, de derde, de vierde en de vijfde man. Klaar voor Lothar sind noch nicht da. Die sind alle ins Fahrerlager reingefahren. Dann fahren wir weiter, Horst. Oké, heren. Op de startlijn voor de Ereronde, heren, we hebben haast. Uw applaus, dames en heren, de vierde en de vijfde man die komen dus over de mag wel even bij. En muziek van Merendijs Geluid. Dat is mokken van die toiletten, want dat betekent als er iets stuk gaat en u persoonlijk de rekening thuisgestuurd krijgt. Muziek Merendijs Geluid. Dank u. Speedway zich opstellen voor de finale. De laatste aanwijzingen voor de adres. Wie gaat het winnen? We hebben 10 ronden te gaan en daar gaat inderdaad Mol naar binnen. En broer, de wedstrijdleider was even niet op vandaag. Maar we zijn onderweg. 18 aan de lijn. Het zal niet aan de want hier op de snelste mannen. Ai. Nee, goed afgelopen. Helemaal niets gebeurd, goed afgelopen. En het is inderdaad 120, Toon de Kleine op Langeboom, de man die hier zo lang heeft aan te repareren. Die op dit moment aan de leiding gaat. Dat is de tweede, de laatste, de 78. Is de Laurens van de Velde. 8 en 7, de Laurens van de Velde. Die taal binnen weer. Zet daar 92 over opzij. Ja, ja, zet daar ziet niks, zet 92 over opzij. 8 en 7, Laurens van de Velde, naar op de tweede plaats, 120, Toon de Kleine, Langeboom. Sietniks uit Kreeswald, kom, probeer terug te komen. 47 daarbij. Dekker uit Krimpel aan de lijn. 8 en 7, 147. Wat een wedstrijd. Ja, is het 49 of is het Winkelboden? Even kijken, we rijden allebei met dezelfde auto. Ik heb het idee dat het 49 is. Zullen we even af moeten wachten, want daar zit Laurens van de Velde. 120, Toon de Kleine zit er ook goed bij. Ja? Ai, en daar gaat inderdaad Toon de Kleine in de problemen, buiten de baan.
Even kijken hoor, dit is startnummer 49 van de Zinkermolen. 47, 78. Het was Zinkermolen, ja ja. Zinkermolen, 49 jaar aan de leiding gaat. Vandaag is het in de tweede man. 47, maar startnummer 3, als Kuipen zijn dorp komt naar voren. En wij gaan naar huis. Ja, en ik ben erstaunt, die drie uit de Mikkelveld, eruit en zet zich direct op plaats 2. Annenplatz 49, dann die 3, 78, 47, 8, 101, 233. Oh, da wird aber ganz eng gefahren, meine Damen und Herren. Ja, und wir wissen ja, bis zum 15 gibt's Gefahr. Schwarze Flagge für die Startnummer 120. 49 an der Spitze, da kommt er mit einem guten Vorsprung. Dann die Startnummer 3, 78, 47, 233. Da macht die 8, 101, das wird ihm schwer. Zieht den Wagen ein und sperrt ihn. Und die Reihenfolge bleibt unverändert. Das Feld zieht sich auseinander. 233 auf Platz 5, aber da kommt einer. 101 ist das. Hier kommt die 49, dann die 3. 78, 233. Und dann kommt die 101. Das kann Dieter Bader nicht halten. Ich weiß nicht, was es ist. Nou, wir haben gesehen, dass es nodig ist gebeurd. Wir sehen, dass 49 Winkelmolen gesponsord door Peters Gelijk van de A49. Jammer, jammer. Dat Winkelmolen 49 nog steeds aan de leiding gaat. Maar Jos Kuipers uit dus. Daarbij heeft aansluiting gekregen. Jos Kuipers uit dus heeft aansluiting probeert om naar buitenland voorbij te komen. Zou het lukken, zou het niet lukken. We hebben hier, als de heren doorkomen, nog twee ronden te gaan. Winkelmolen dat uitweert 49 aan de leiding. Maar Jos Kuipers gaat er buitenland. Ja, zou het lukken. Probeert er natuurlijk alles aan om ervoor te komen. We hebben nog twee ronden te gaan als ze doorkomen. En dat kan ik nog wel van de leiding. Winkelmolen op de tweede plaats. 8 en 7, Laurens van der Velde de Winkelmolen op de derde plaats. Op de vierde plaats is het Dieter Bader uit Bedrop. Op de vijfde plaats, 101, Rini Lagarde uit Oudgenaam Maas. Dat is de, bij de voorlaatste ronde, is de stand van zaken. Bij de doorkomst naar het tweede plaats. Westrijpers op de wedstrijd hoor. Westrijpers op de Winkelmolen op de tweede plaats. Op de derde plaats, daar komt die 78 Laurens van der Velde. Op de vierde plaats doorsturen die mannen, krijgen wij Dieter Bader en Lagarde en dat zijn ze. En wij gaan snel voor de laatste meters over naar huis. Ja, toch Dieter Bader, hij staat in 14 plaats, dat is natuurlijk nog niet genoeg. Maar hier komt de gewinner, die staat nummer 3. Daniel, 3. 49 auf Platz 2, 78 auf Platz 3, wird Dieter Bader aus Bottrop auf Platz 4, 233, jawohl! Und die 101 auf Platz 5. Achtung! Die ersten 5 Fahrzeuge zur Siegerehrung durchschicken. Die ersten 5 Fahrzeuge. Ich weiß nicht, ob man das dort oben im Fahrerlager hören kann. Die ersten 5 Fahrzeuge bitte durchschicken. Prachtige Degen. Jos van harte gefeliciteerd. Je zit er aan nog even het rijtje sponsors. Dat is Rijnis Koolhandel en Transportbedrijf. Dat is Mercedes Sloperij Mark van de Brand. Dat is Auto Sloperij De Kinderen uit Gelderop en Helmen. Vloerleidingbedrijf Gebroeders van de Meren en UTC in Meidrecht. Oké, okay, dankjewel Jos. Van harte gefeliciteerd. We gaan naar de Winkelmolen, Winkelmolen, waar ben je? Kom jongens, want we hebben haast, we moeten snel doorgaan. De man die grandioos tweede is geworden. Winkelmolen, van harte gefeliciteerd, je hebt het verschrikkelijk goed gedaan. De druk werd een beetje te groot en dan verstandig tweede worden en in plaats van eruit vliegen. Nou, tegen de Kuipers geen klein gewassen. Die heb deze naar houden. Ik denk, ik kan hem wel afhalen, maar het lukt gewoon niet. Dus ja. Oké, ik heb voor jou nog even 25 gulden. Geluid van de cijfers uit weer. Voor de manche. En ook voor de finale 25 gulden. Alsjeblieft, en jouw sponsor. Peters Geluidsbanden. Veel hulp van het Huub, ook macht van Garage Opentrood en ik stond er eigenlijk een beetje snack daar in een hoekie. En dat is het letterste plekje in het centrum van Weert. Oké, dan gaan we dat eens proberen of je de waarheid hebt verteld. Oké, we gaan naar Laurens van der Velde. Ja, ja, ja.
Ja, oké, klaar. We gaan naar Laurens. Laurens, van harte gefeliciteerd. Ik weet dat je van de week je motor kapot gereden hebt. Ja, afgelopen zaterdag op de testbank is de motor ontploft, zeg maar, is vastgelopen. En dus reservemotor, maar doet niet gek. Nee, niet gek, maar is dat natuurlijk niet zo snel als jouw eerste motor. Nee, ik denk het niet, nee. Oké, Laurens, jij krijgt ook nog een paar premies voor de eerste maand in de finale van Peters Gelijkwanders. We hebben het weer. Alsjeblieft. En dan graag over jouw sponsors. Mijn sponsors, dat zijn er op het ogenblik erg veel. Dat is Van Heur Transport en Drugs BV in Zee. Dan heb je Velter Bouwbedrijf in Hunsel. Figuurs Olie in Ippenburg. Jan Oppenbrood Sportonderdelen. En natuurlijk Peters Geluidswanden. Oké, je moet een vrachtauto kopen, dan kan je al je sponsornamen kwijt. Oké, we zien je snel weer. We gaan naar Dieterbaden. En we gaan natuurlijk naar Lota. Want Lota die geeft aan Dieter Bader deze prachtige bokaal. Dieter, heb je gratuleren? Had niet kans geklapt in die finale? Ja, stand van hier. Jovrien. Ja, dat is verschillend. Want de start was niet goed gegaan. Ja, wat? Dat was te lange. Ja. Alles klaar, sponsoren. Heb ik Hampel in Duisburg motoren in stand gezet? Zo, dat is wel lekker. Daar ga je nog meer. Er moet nog wat bij komen, hè? Dat is goed. Tijd, tijd, tijd. Tjus, goede vaart naar Hoven. Rini Lagarde, Rini. Rini uit handen van Lothar uit Dortmund, de oudrijder van de NACO. Deze beker, Rini van harte gefeliciteerd. Vijfde plaats, je hebt denk ik na aanleiding van de manches gedacht dat er iets meer in zat. Nou, eigenlijk wel gedacht, maar ik had een ontzettend slechte stap. En, ja, konden we niet duur te lang. Kom er niet meer bij, hè? Nee. Inderdaad. Jouw sponsors, laat ze maar even wachten. Dat is Frasie bij Smitsyndromen, autoschadebedrijf Remmersyndromen, rijwielen en bromfietsen helemaal verlengd in Alfas. Peter Belissen, Nisselhoi, Bakelen, daar is het bedrijf. Oké, Rini, ook mee op de startkaart voor de Ereronde. Uw applaus, dames en heren, we zien ze volgende week weer in Gent. We zien ze weer in Grijdrode. En natuurlijk 24 april hier in Baarlo. En muziek van Molenbeeks Geluid. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir gespannt, wie der Grüne da hinten wegkommt und der Weiße. Start wird freigegeben, 6 Fahrzeuge im Finale. 10 Rennen werden gefahren. 114. Hey, 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 da laufen sie aber auf einmal ins Finale, die Jungs. Mal sehen, wer denn da wegläuft. Leo Petting schon auf Platz 2. Jan Fischer greift von außen auf Platz 3. Hey, ja, vielleicht läuft der Junge jetzt. Oh, da geht Leo Petting aber mit einem Satz vorbei. Jan Fischer bleibt hinter ihm. Ja, ja, er versucht auf Platz 2 zu kommen. Der Grün-Weiß und der Blau-Weiß, aber dazwischen noch die 114. Ah, die 114 noch dazwischen. Jetzt ist er auf Platz 2. Und Leo Petting muss sich sporten jetzt. Jetzt muss er Gas geben, denn Fischer ist hinter ihm. 114, dann die 64, dann die 111. So ist die Reihenfolge. Ja, Jan Fischer hat auch noch Probleme, Ausgangs der Kurve, sein Wagen, die Reifen scheinbar doch nicht so haben, dass sie gut haften auf der Asphaltstrecke. Ja, 64 jetzt auf Platz 3, Platz 114 auf Platz 4, 11 auf Platz 5 und ich gebe mal zu groß. Die sieht, dass wir da Leo Bette nicht alleine bei der Mannschaft, mal auch in die Finale weer aan de leiding gaat. Maar we zien ook dat Jan Fischer zijn wagen goed heeft getreden. Had hij nog even last in de tweede ronde met iets te koude banden. Ik heb het idee dat hij gaat proberen om inderdaad Leo Betting ja, toch te belagen te proberen. Maar als de pech die hij gehad heeft hier in de finale een goed figuur te slaan. We zien inderdaad van de mooiste zoals hij zei. Start nummer 64 op de derde plaats. Maar we zien ook start nummer 111. We zien van iedereen heel dichter op de bal komen. Op dit moment is het Leo Betting start nummer 20 van Anna uit Aalten. Aan de leiding. En ik heb het idee dat hij de zaak goed in handen heeft, dat hij wel weet wat hij aan het doen is. Jan Fischer rijdt voor wat hij waard is. Probeert daar in de buurt te komen, lukt hem op dit moment nog niet. Ook van de Moosdijkse afstanden zijn onderling even groot. Alhoewel ik het idee heb dat startnummer 111 van iedereen heeft, toch dichter en dichterbij komt. Hij weet dat er 3 bekers zijn in deze klasse. En die wil natuurlijk in ieder geval graag de derde beker in de huis nemen. Maar het loopt allemaal zo snel te wijn. We hebben gezien dat Hirkens uit Schijf startnummer 12.
In de tweede maand ook niet gereden en de finale is uitgevallen. Gelijk voordat hij nu start, heel erg jammer natuurlijk, want daarvoor is hij niet gekomen. Maar het is Leo Bettinger de auto, start nummer 20 aan de leiding. Jan Fieser, start nummer 32 van aan het wiegen. Op de tweede plaats, op de derde plaats, dus het kan een mooie tijd 64. Maar, ik heb het nu gezegd, helemaal in de van Idem uit Hees. Komt dichter en dichterbij en zal in de nog resterende ronde absoluut proberen die derde plaats van de Hoofdwijk over te nemen. We zijn benieuwd wat er gaat gebeuren en dat hoort u van Horst Walter. Ja, hij slaat niet klaar dat Jan Christian nu op zoek in de hand. Aber hier van de Mooster gaat proberen, zijn baan denkt aan te kwalmen. Op die 111 tot meer. Andy staat nummer 64 aan, aan een dritten momentan. Ronde om ronde, centimeter aan centimeter en die lift al. In der Kurbelinger stehen. Die letzten zwei Runden, wenn die Fahrzeuge hier vorbeikommen. Ja, und die 111 kommt näher. Das macht er in den letzten zwei Runden jetzt. Jetzt ist der Windschatten ganz dicht dahinter. Hinter der Startnummer 64. Vorne an der Spitze, da dürfte wohl alles klar sein. Aber wer wird Dritter? Der gelbe Wagen oder der blaue Wagen? In der Kurve. Sind sie beide nebeneinander, hintereinander, da kommt die Spitze. Die letzte Runde wird angezeigt. Ja, die 111 versucht, die Startnummer 64 noch einmal anzugreifen. Aber das wird ihm wahrscheinlich nicht mehr reichen. Klaus, vielleicht noch ein paar Worte. Ich habe die Idee, dass in der Bad Leo Bettin Startnummer 20 gesagt. Gut in Hand hoch, weil ich denke, dass der von der Mosaik er alles aan doet om die derde plaats te houden. Zijn wagen loopt niet optimaal, hij rookt een beetje. 20-32 Jan Fieser heeft het goed gedaan. En dat is inderdaad veel Oostdijk 64. Die hier als derde is binnengekomen, dat is de uitslag. En een goed rijdende van Udenhout Hees op de vierde plaats. Dat was de uitslag. En wij gaan naar beneden om snel de bekers uit te reiken. Want we moeten haast maken. Horst. Ja, dankjewel Klaus. Een prachtige beker krijgt. Leo van harte gefeliciteerd. Hele goede middag voor jou, denk ik. Ja, het is een goede dag voor de NAVO, denk ik ook. En, ja, het was een leuke wedstrijd. Grote klasse, mooi weer, veel publiek, goede wedstrijden. Nog even jouw sponsor. De sponsor is Veehandel Elfring met Aalten. Oké, dankjewel, we zien elkaar weer. Jan Fieser uit Wiegen, die krijgt uit handen van Kitty. Jan, van harte gefeliciteerd, niet alleen met het snelle rijden, maar ook dat je toch nog je ontsteking voor elkaar gekregen hebt. Ja, maar het is nog niet helemaal goed. Nee, nog niet helemaal, hè? Nee, helemaal goed. Ik kan Leo nog niet bij jou. Allemaal... Ja, dat moet helemaal niet, dan blijf ik die tweede plaats. Heel blij, heel blij. Oké, okay, even jouw sponsor. Dat is dit, bovendrijf dit, dat overrassen. En een hele vieze mattersclub hebben. Oké, okay, dat moet je hebben. We gaan naar Van der Moosdijk. Bijgenaamd de Moos. Van der Moosdijk. Het was zo'n dubbeltje op zijn kant, de Moos. Je wagen liep niet goed meer. Het was niks hoor. Het was nou ik heb ontzettend zitten toppen met de koppakking. En ik denk, hij werd nou weer te warm. Ja. Dus toen ben ik me rustig aan. Ik denk, ja, hij moet me buiten hem altijd nog voorbij. Dus. Ja, binnendoor lukt het bij jou niet. Nee, daar proberen we gewoon dicht te houden. Dat is makkelijk zat. Dan laten we buiten hem komen. Dan kijken we nog maar. Oké, okay, van de Moosdijk, jouw sponsor. Dat is Tom's oude banden in Sint-Michels-Gestel en Hobbelen bouwbedrijf uit Schendel. Oké, okay, van de Mooisdijk, we zien elkaar 24 april hier weer in Malo. Op de startkaart voor de heren en de heren. Uw applaus, dames en heren. En muziek van Molendijks geluid. Ja, dankjewel Radio Molendijk, mijn dames en heren. Finale in de standaardklasse. De volgende keer hier op de berg. Ja, we zijn onderweg met de standaard, met de finale. Nou, we zijn met die benieuwd aan de uitslag. En ja, ja, broer Stover, de man uit Venlo in onze wedstrijdleider. Op de tweede plaats, want daar zien wij de man uit Duitsland. Ronde lang aan de leiding, de man uit Bochum. Kijk, broer. Ja, ja, de wedstrijdleider die gaat daar helemaal vooraan. En we zijn benieuwd of hij in vieren. Ja, ja. 987, 136, startnummer 277. Oh, daar gebeurt van alles. Maar het is hier goed afgelopen. En kijk eens even, daar wordt broer voorbij gestoken. Tenminste, ik zou het mooi vinden om de broer zo meteen een peker te overhandigen. Dan krijgt hij er nog een zin bij van mij. Oké. Okay. Broer aan de leiding, we hebben drie bekers te vergeven in deze klasse, maar voorlopig zit onze wedstrijdleider aan de leiding
En dat is de man uit Bochum die daarmee binnen boven, probeert binnen boven bij te gaan. En dan gaan snel naar ons. Ja, daar is Stuyling. Terugstuy. Hé, daar heeft hem dat knijpertje buiten. Hier, die staat nummer 1. En daar hinten de gelde baren ook. Er had zich daar gedreht. Is daar wel niet meer op de baan. Er stehen 2 Fahrzeuge in de Leitplanke. Aber das Rennen geht weiter. Und in der Starter Brustäuber hat den ersten Platz verloren. Liegt auf Platz 2, aber dann kommt lange nichts mehr hinter den beiden. Naja, 987, aber Brustäuber wird ja noch ein Schüppchen drauflegen. 55. 35, der zweite von der Brüder. Naja, und das tut sich da oben in der Kurve, da liegt auch schon wieder einer weg. So, jetzt scheint wieder alles im Rennen zu sein, meine Damen und Herren. Aber unser Starter Brustäuber mit seinem roten Wagen auf Platz 2. Da darf dem Blauen kein Fehler passieren, dann ist er vorbei an ihm. So, hier kommt der Drittplatzierte, die Startnummer 55 auf Platz 3. 30 auf Platz 4. 35 auf Platz 5. Hey, das ist aber hart zur Sache da, die Jungs. Ansonsten läuft hier alles über die Runden. Ich schau noch einmal, alles klar, gleich. Ja, danke, werden wir gesehen, dass unsere Westleitleide im Übrigen an Wieding aus Bochum 987 zur erste Plaats kwijtgeraakt is. Maar voorlopig zit hij nog tweede. En de voorsprong die we horen hebben is Rian. Want daar zien we 55. 40, schut uit Deuveren. Ja, God in het hele veld verrijden. Is dat jammer. Maar en daar gaat hij weer. En daar, het gaat goed. Hij was hem helemaal kwijt, maar dat betekent denk ik. Hij is hem nog kwijt. Ik denk dat hij een lekker band heeft. Dat is jammer. Ik denk dat hij een lekker band heeft. Maar in ieder geval is hij zijn tweede plaats kwijt. En het is inderdaad onze Duitse vriend hier aan de leiding. Gaat 5-5. 189 derde. Ja, nog een derde, maar dat kan hij niet meer hebben. Dus in de keuken zal hij helaas niet komen. We dachten even dat hij inderdaad een lekker band had. Aan de leiding is het op dit moment. Start nummer 987. Dat is de man uit Bochum. Die hier aan de leiding gaat en hoogstwaarschijnlijk deze wedstrijd gaat winnen. Op de tweede plaats is het 85-50. Dan komt die 987, de man uit Bochum. Op de tweede plaats, 99, dat is Stoonschut uit Dordrecht, 55. Ja, dat is Stoonschut uit Dordrecht. Op de tweede plaats, op de derde plaats, is het de startnummer 55. Een van de gebroeders Karsten uit Aspenen. Stokken Formule 2 zich opstellen. Even kijken, hoeveel ronden hebben we gereden? Kan niet zo verschrikkelijk lang duren. Of wij, het is inmiddels 20-6 geworden, we willen met de prijsuitreiking bijzonder snel moeten zijn. Maar de man uit Bochum mag aan de leiding en op de tweede plaats is het, ja, op de vijfde plaats inmiddels is het onze wedstrijdleider. En daar komt start nummer 1 doorhennen en hier komt Hes. Ja, dan moesten wij de laatste 2 ronden lopen, ben de spitsenrijder hier voorbij komt. En dat wollen wir sehen. Jawohl, die letzten 2 Runden. Wir warten auf den Spitzenreiter. Und da kommen wir. 987. Zweiter, die Startnummer 30. Dritter, die Startnummer 55. Dann kommt die 76. Und dann kommt die Urstäuber. Und der Starter. Die letzten 2 Runden laufen, meine Damen und Herren. An der Spitze immer noch. Die 987, aber die letzte Runde geht jetzt und da kommt die 30. Die letzte Runde, die 30 kommt und ich gebe nochmal zu Klaus. Ja, und wir sind da durchgekommen, ich dachte, Wieding aus Bochum, die hier geheilte, die Finale gaat winnen. Voor Teenschut uit Dordrecht, en op de derde plaats. Startnummer 55, daar gaat hij even een foutje maken. Dan ook startnummer 16. Zien we dichterbij komen, ja ja. En daar hebben we niet nodig, hè. Ten Schut en Kassen naar achter. Wie gaat dit winnen? En het is... Dit is Ten Schut die eerste gaat worden. Verander dat maar even, Ten Schut eerste. Wie doet dat tweede? En wie is op de derde plaats ingekomen als... Ik denk 55 Kassen uit Aspenen. Yeah.
Ja, meine Damen und Herren, die Startnummer 30, die hat noch gar nicht gemerkt, dass das Rennen schon zu Ende ist. Er hat die Ziellinie als erster überfahren, zweiter war die Startnummer 987 und dritter die Startnummer 55. Einer der fünf Brüder hat es geschafft. Tolle was er natürlich von Atterwehr gesucht, weil er von Ihnen ja die Gruppe kriegt. Ja, ik denk als ik die toch aan kan sluiten, ik weet dat jullie niet snijden en zo, dat zag ik net wel. Ik denk dan probeer ik erbij toch te stoppen. Zelfs als in de tweede maand zijn. Ja, maar ja, toen ging het iets makkelijker. Maar ja, ik denk, van Atterwehr is het Firma Schut, Dordrecht Sloterij, de hele familie. Autosloterij Schut en Autosloterij Kaarsen. Oké. En tweede stellen. Dat komt als Bochum, hè? Gratulier, hast du hier vorher noch nicht gefahren? Nein, ich habe das Auto ein einziges Mal ausprobiert und bin in der falschen Klasse in Honsdorf gelandet und jetzt das erste Mal richtig gefahren. So, oh, dann hat das alles geklappt, ne? Ja, traumhaft, war toll. Ja, das kann man wohl sagen, war toll. Und so eine schöne große Pokal. Hast du auch Sponsoren? Nein, habe ich nicht. Das wird noch kommen, ne? Hoffen wir. Also, vielen Dank, wir sehen uns wieder, ne? Ja, von hier, von Nächste Mal, kommen Sie wieder. Ein von den Brüdern ist Karsten in der Aspere. De jongste uit het nest. Van harte gefeliciteerd jongens. Kassen uit Asperen. En natuurlijk sloperij Kassen uit Asperen. Dat is de sponsor. Ja, dat is hem. Ja, dat is hem, de grote baas. De stamvader. Ja. Oké okay, jongens, op de startkaart voor de Eurewonder. We moeten snel doorgaan. Uw applaus dames en heren. Muziek van Nederlandse geluid. Achtung, Fahrerlager, Stocker Formel 1 klar machen zum Finale. Stocker Formel 1 klar machen zum Finale und Start. Startfinale, Stocker Formel 2. Und da sind wir gespannt, wer jetzt das Finale hier gewinnen wird. Ist es ein Außenseiter oder einer unserer bekannten Fahrer hier? So, die erste Runde lassen wir sie einmal hier laufen, die Eins ist schon aus dem Rennen. Die erste Runde lassen wir laufen, aber jetzt müssen wir zählen. Wo sind die schnellen Fahrzeuge? Und da kommen sie. 143, 71, 172, 28, 45, 29, 188. Ja, aber der hält das nicht. Der hält das nicht. Die 71 auf Platz 2, da kommt der Köder. Aber die 28, der Rote, hat den Berg genommen. Was passiert nun? Kommen Sie beide zusammen, gehen Sie beide gut in die Kurve. Jawohl. 28 hat die Nase vorne, geht auf Platz 2. 143, 28, 71, 172, 75, 188, 12. En we hebben gezien dat inderdaad André van Deuren hem heel brutaal in de wandeling vanmiddag nog meer zien doen. Daar de zaak te leven helemaal uitrende. Op dit moment ook de man die aan de leiding ging. En André van Deuren, die eventjes niet corrigeerde, die heeft de leiding overgenomen. Ja, zo'n grote vuist omhoog steken. 143, 172. Nou ja, zoals dat is niet goed bij. Maar ook 143, Weijers uitstralen. Weijers uitstralen. Op dit moment zit hij met zijn stok uit. Nog steeds mee, het leek er even op, maar heel veel problemen. Op dit moment wordt hij aan de overzijde voorbijgestoken door 3-4 deelnemers tegelijk. Maar het is 28 André van Deuren. 172, zoveel. En de derde plaats 5 en 40, Schalke Dijkstra uit Marmelo. Dus 2 meter Renault. Daarachter is het Hans Nabius uit Overloop. Daarachter is het Cor Schutter uit Noorden die de tweede maand heeft gewonnen. Maar André van Deuren gaat grandioos aan de leiding van de stad nummer 28. Maar ik moet zeggen, zoveel uit Ham. Uit Duitsland, grandioze wedstrijd eruit die. En we zijn hier op inderdaad 45, zwarte Duitsenaar, met zijn veel witte Renault. Dan ziet om hem nog voorbij te komen. En zo de tweede plaats van hem over te nemen. Maar die is het overloon, die heeft het niet gemakkelijk. Dan die heeft daar Cor Schutter uit Noorden op zijn huid zitten. Die natuurlijk wil proberen naar voren te komen. Om ook hier bij de eerste drie te eindigen. Nou, we gaan snel door met onze weekendcollega en Walter. Ja, daar staat van in die bijstaven zien bij Broersteden voorbij. Anders tussen de 28, dan de 172, 45,
Dann die 188, die 29. Wo bleibt die 29? Der heute Morgen gefallen war. 28, 120, 45, 188, 29. Aber eine gute Leistung von der 172. Die letzten zwei Runden werden gelaufen und ich bin davon überzeugt, dass die 45 an der 172 vorbeigeht. Denn er sieht jetzt die Tafel 2, das heißt noch zwei Runden. Und jetzt macht er dann. Aber auch die 28 ist etwas langsamer geworden. Denn die 172 kommt näher. Jetzt kommt die 45, greift die 172 an. Ja, das wird nochmal interessant. Wer wird das Rennen gewinnen können? Dan verrezen we horen nog steeds aan de leiding. We hebben nog een ronde te gaan als we hier hierdoor komen. En het is inderdaad zo dat het met de veel met Renault en de start nummer 45. We proberen om inderdaad Schoenveld uit Ham uit Duitsland met zijn rode kever die tweede plaats in handen te laten nemen. Maar Schoenveld uit Ham rijdt een hele goede wedstrijd. Nou ja, en die heeft de zaak goed in de gaten en die gaat hier in tweede worden. 28, dat is de man die hier als eerste eindigt. 172 en 45. Dat zijn de tweede en de derde. We gaan snel naar beneden. Schoenveld hebben we en op de derde plaats Schalke Dijkstra. Snel over naar jou, hè? Ja, dat moet maar een zaak, mijn dames en heren. Na lange, lange tijd. Die staat nummer 172. De man uit Ham, tussen zo vele jaren herkomt. En immer weer als licht van hinten gezien had, dat rote. Diesmal had het geklapt. Op plaats 2. Aan de spitse de 28. Und auf Platz 3 die Startnummer 45. Stocker Formel 1. Andrew van Aert gefeliciteerd. Is de overwinning. Hoe is het met je koppeling? Nou, we hebben dus de vergelijking gemaakt en koppeling verdiend. En in de tweede maand sluiting op de tweede plaats. En begon ik af te zetten. Heb ik dat te beginnen? Oh, dat kan ook gebeuren. Verkeerde zuinigheid. Nee, dat niet. Dat was een slang van de benzinepomp. Die was leeggeraakt. Dan zoog je dus fout zijn lucht. Oké, even als sponsor. Dus hoor ik aan meneer de Arend, waar u terugvindt voor de kop en schoon, tot frituur, bar, alles wat er bij hoort. Automaterialen, kleuzen, Zuid-Bommel en motorclub Houtengels Holland. André, we zien elkaar zondag weer in Gent, tenminste als die anderhalve meter water de weg is. We gaan naar onder de Frans Schoenveld. Ja, ja. Dat had ze wel goed gevaren. Ze bekomen een schone pokaal voor die tweede plaats, gratuleren. Ja. Wat had er veel aan moeten doen, denk ik. BMW. BMW had ik, denk ik. Dat is goed, hè? Ja. Goed. Hij is al sponsoren? Nee, de sponsoren en zullen. Alles zeiden. Je braucht nog een sponsor. Van 100.000 gulden, niet zo ongeveer. Schoenveld, we zien ons hier dan, hè? Vielen Dank. Ja. Schalke Dijkstra uit Merkelo uit handen van Mol. Die prachtige beker. Schalke, gefeliciteerd. Zag je condition van die voorbij komen? Nou, die motor die loopt niet op die maag, ik ben zo nog aan met een pressie. Oh, ja, dat kan gebeuren. Ja. Dan loopt die 3-4 nummers en dan... Dat loopt niet, hè? Nee, dan gaat het niet. Even jouw sponsor. Ik heb geen sponsors. Alles zelf betalen. Heren moeten snel doorgaan op de startkaart voor de Ereronde. We zien elkaar in Gent. Of we zien elkaar in Grijtrode. Of anders hier weer in Baarlo. Uw applaus, dames en heren. En muziek van Molendijks Geluid. Ja, danke schön, Radio Melnitz, meine Damen und Herren, zum letzten Mal wird der Start freigegeben. In der Stocker Formel 1, dann schauen Sie die hinteren Leute. Da kommen Sie, die 30, die 10, die 7, die 9. Ja, da direkt aufgeschlossen an das Feld. 10 Runden müssen und jetzt knallt es. Jawohl. Mit von der Partie Sabine Rode. Die 22 und die 29. So, 99 an der Spitze. 14 auf Platz 2. Das wird interessant, meine Damen und Herren. Denn da kommt die 8, da kommt die 7. Ja, 14 ist vorne. 14, ganz 1. 99, 9, 10, 7, 40, 30. Ah, die 10, die geht jetzt. Oh, da wird einer die Leitplanke hoch. Das war die 9. Aus dem Rennen. Und da drüben sehe ich die Startnummer 10 auf Platz 4. Die 7 auf Platz 5. An der Spitze des 14. Dann die Startnummer 1.
Want iedereen wil in de finale moeilijk proberen om hier de eerste plaats naar de huis te nemen voor de punten. Maar het is niet ervoor dat zit uit die aan de leiding gaat. Het is Willem Bosma uit Friesland, uit Nijland. Onderstand nummer 1. Kijk eens even daar. Problemen voor 2000. Maar niet dat iedereen in 99. Daar. Het is een stand nummer 14. Weet ervoor dat zit uit. Die daar aan de leiding gaat. Op de tweede plaats, stand nummer 1. Op de derde plaats, stand nummer 7. Matte Leroy. Zien de heren kans om die beide mannen die daarvoor rijden nog voorbij te komen. Matte Leroy komt zeker over dichterbij. Weer van wagen. 99 en de dokter in de problemen. 14, 1, 7, 10 en 73. Ja, ja. 73 zit er ook bij de eerste vijf. En start nummer 1 aan de leiding met Willem Bosma. En Friesland heeft niet problemen bij die achterblijvers. Maar 7, Matte Leroy op de tweede plaats. Die Keizer op de vierde plaats. En nou hebben we een beetje problemen met het inhalen van de deelnemers. Het is nog, ja, het is Matte Leroy. Inderdaad, het is Matte Leroy aan de leiding. Twee maandjes gewonnen en ook in de finale zit hij erbij. En nu gaat hij gas geven, want hij mag nou geen vijfje maken. Dat zit hij natuurlijk niet. Start nummer 7, Matte Leroy aan de leiding. Start nummer 1, Willem Bosma. Op de tweede plaats, in de derde plaats die Keizer. Op de vierde plaats is het tweede voort, op de vijfde plaats Koos Peters uit Brunsen. En op de zesde plaats Hofzijde. Ja, aan de spitsen, dat is een uitstaatwagen. Start nummer 7, Alf van Tafan. Op plaats 2 die 1, op plaats 3 die 10. Dan komt de start nummer 14. En daar gaan we, daar komen die 7. Daar komt die 1, daar komt die 5 met de start nummer 10. Dan is dat nog weer 10, 13. En jetzt geht es in de letzten 2 Runden. Wenn der Spitzenreiter die Team vorbeikommt, das macht die Startnummer 10. An der Spitze aber die 7. Und der weiß, dass er vorne ist. Er muss alle dran legen. 7, 1, 10. Wird die 10 noch auf Platz 2 kommen soll. Ja, dann werden die Stadtversorger noch nicht veranderd. Matte Leroy, Stadtnummer 7, is uitgelopen. Maar een titanengevecht om die tweede plaats. En daar zien we dat Piet Keizer aan de binnenzijde. Kan hij hem niet houden? Ligt hij niet erbij? Dan zien we daar Piet Keizer naar de tweede plaats. Op de derde plaats, daar probeert hij. Ja, ja, dat komt hij weer. Inderdaad, daar komt Stadnummer 1. Willem Bosma gaat er weer voorbij. Gaat er aan. En dat betekent Piet Keizer weer aan de binnenzijde. We zitten in de laatste ronde. De laatste ronde van deze prachtige mooie autosportmiddag. Dat is Piet Keizer op de tweede plaats. Dat is Matte Leroy. Die gaat de wedstrijd winnen. Piet Keizer op de tweede plaats. Oh, kijk eens even. Ja, vol. Bij Koos Peters. Allebei daar eventjes op het voetbalveld. En we gaan Piet Keizer. 1. En 73. 14. Herst. Ja, mannen en heren. Dat was het grote finale. Aan Oostermonta hier in Ballon. Das war das große Finale, meine Damen und Herren. Stocker Formel 1, 10 Runden Finale. Gewonnen hat die Startnummer 7.